Het is nu aan de politiek om kleur te bekennen. We gaan die vraag meteen stellen. Voor dat debat, dames en heren, heb ik natuurlijk de partijvoorzitters nodig. Ik ga ze één voor één naar voren roepen, volgens alfabetische volgorde van de partijnaam. Je moet ergens beginnen natuurlijk. En we willen geen voorkeuren. Ik moet geen kleur bekennen. Dat moeten jullie doen. Goed, geef uw applaus, dames en heren, voor de CD&V-voorzitter Wouter Beke. Voor groenvoorzitter Meirem Almaty. Voor de N-VA-topper Bart De Wever. Open VLT-voorzitter Gwendoline Rutte. En tot slot moet ik helaas zeggen dat John Krombé verontschuldigd is, maar hij wordt vervangen door Jasmin Kerbach. Goed, dames en heren, nog heel even de spelregels. Die zijn heel simpel. We werken volgens het format van de slimste mens. Dat is heel simpel. 5 thema's hebben we eruit gehaald. 5 filmpjes. En jullie mogen telkens kiezen waarmee we beginnen. De keuze, de eerste keuze, meneer De Wever, die is voor, meneer Beke, is voor u. We gaan eens kijken, u heeft de keuze uit deze filmpjes, deze thema's. Circulaire economie, energie en klimaat, innovatie, mobiliteit en talent. En u kiest? Talent. Talent. Dames en heren, we gaan eens eerst kijken wat de mensen op het terrein daarover te vertellen hebben. Kijkt u mee. Wist u dat er de voorbije 3 jaar 2500 jobs zijn bijgekomen in de chemie en de farma? De sector heeft een record aantal vacatures, maar voor bedrijven wordt het steeds moeilijker om het juiste talent te vinden. Nochtans is het met onze kennis en expertise dat we internationaal het verschil maken. We moeten dus meer jongens en meisjes inspireren voor wetenschap en techniek. Door van STEM, Science, Technology, Engineering en Mathematics, een evidentie te maken op school, van jongs af aan. Door de maatschappelijke uitstraling van het technisch onderwijs te vergroten. Door een eenvoudig systeem uit te werken waarbij ervaren medewerkers uit de industrie als vakleerkracht aan de slag kunnen om hun kennis te delen. Door van duaal leren het nieuwe normaal te maken, ook in het hoger onderwijs. En door in te zetten op gespecialiseerde opleidingscentra zoals voor de farma-industrie. Wat denkt u? Zullen we samen meer talent aanboren? Ja, meneer Beke, wat denkt u? Samen dat meer talent aanboren, die vraag is toch wel heel duidelijk. Die stem, dat moet gewoon jonger beginnen. Ja, ik denk dat er, als het gaat over onze arbeidsmarkt, twee grote uitdagingen zijn waar we de voorbije jaren ook hard aan gewerkt hebben. Dat is eerst zorgen dat de loonkosthandicap naar beneden ging. Om ervoor te zorgen dat er meer mensen aan het werk konden. Dat leidt tot succes. De cijfers zijn hier ook gegeven. En een tweede, dat is eigenlijk op korte termijn wat we moesten doen. Een tweede zaak wat we kort op lange termijn moeten doen, dat is investeren in dat talent. Daarom dat we ook tal van hervormingen hebben gedaan. Het duaal leren bijvoorbeeld ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat het draagvlak en de combinatie tussen werken en werkplek leren in de bedrijven mogelijk wordt. Dat is een succes, dat is op 3 jaar tijd vertienvoudigd. En daarnaast hebben we ook de stemopleidingen, waarbij dat de hervorming van de stemopleidingen en ook werken naar STEM 2030 een belangrijke ambitie is om ervoor te zorgen dat we tegen 2030... Maar hoe gaan we dat allemaal versnellen? Want echt hoera roepen moeten we nog niet doen, hè? We moeten niet hoera roepen, maar we zijn de voorbije jaren hebben wel stappen vooruitgezet. De weg vooruit die is wel ingeslagen, om het met die woorden te zeggen. En dat leidt ook wel tot succes. En dat is ook wat nodig is voor het bedrijfsleven, in brede zin van het woord, maar zeker ook voor de sectoren waar we het vandaag hebben in het bijzonder. Ja. Mevrouw Almaty? Ja, gisteren is er vanuit VOCA een stemmanifest gestemd. En ik denk... ik weet in ieder geval vanuit Elisabeth Meuleman, onze mensen die daar aanwezig waren, dat wij daar vragende partijen voor zijn, dat we dat ondersteund hebben. En ik denk dat dat ook brede steun genoot over partijen heen. En ik denk dat wat betreft STEM, effectief het inzetten op het breed aanvaardbaar maken, ook voor heel veel meisjes, een overweging maken voor de loopbaan van zeer vroeg, dat dat ongelooflijk belangrijk is. En het is niet alleen belangrijk om mensen met ervaring in de chemische sector voor de klas te krijgen. Het is bijvoorbeeld ook interessant om leerkrachten naar die chemische sector te halen, zodanig dat zij die terreinkennis ook een stukje of dat voelen van wat er op het terrein leeft kunnen meenemen. Een van de eerste vragen was natuurlijk die stem vroeger bij die mensen te krijgen. Je moet het natuurlijk maatschappelijk aanvaardbaar maken, dat hoor ik ook. En dan gaat het op dit moment voor STEM
vooral over ASO, terwijl het zeker in TSO en BSO ook echt een richting moet zijn waarvan mensen voelen dat hun kinderen daarmee echt een sterke toekomst tegemoet kunnen gaan en verder kunnen leren op het werkterrein. Ja. En een tweede zaak om koploper in te zijn, als het dan gaat over duaal leren, dan is Zwitserland toch wel het voorbeeld, hè, waar 2/3 van de leerling daarmee in contact komt. Daar zijn we wel nog heel ver. We komen zo meteen terug op dat duaal leren. Meneer De Wever, misschien eerst over stem. Je moet het excelleren. Het is een van de dingen waar uw partij altijd op hamert. Ja, die stem, hoe krijg je dat nu vroeger bij de mensen? Hoe krijg je mensen overtuigd om die stem te gaan doen? Wel, de invoering van vakleerkrachten in het lager onderwijs, wat in de onderwijshervorming beslist is, vind ik zeer goed. En dat men in de eerste graad ook de stem versterkt heeft, dat is zeer goed. Het is waar dat wij de vruchten nu plukken, de hoogte van het ASO nu. TSO en BSO zal nog een tandje moeten worden bijgestoken. De stemacademies, die Filip Muiters heeft opgestart in 2016, hebben die toch al 260.000, moet ik zeggen, jongeren bereikt. Dus het is niet alsof dat daar nog veel twist is tussen de partijen. Iedereen beseft dat dat de weg is die we moeten bewandelen. De omslag die we moeten maken, het duaal leren hetzelfde. Op september 2019 beginnen er 87 studierichtingen die duaal kunnen worden aangepakt door Sintra, door scholen of Centra voor Deeltijds Onderwijs. Het Zwitserse model ken ik niet zo goed, maar Duitsland, denk ik, is wat dat betreft toch het gidsland, waar duaal leren eigenlijk het normaal is en een voorrecht dat je dat kan doen, terwijl het hier vaak een beetje, of jarenlang toch eerder het omgekeerde is geweest. Mevrouw Rutte, die vakleerkrachten naar de klas krijgen, het lijkt me een heel simpel, goed idee, maar de regering maakt het hen wel niet makkelijk. Hè? Je moet opleidingen volgen, je moet allerlei administratieve romslompen willen invullen. Kan dat niet simpeler? Ja, dat kan absoluut simpeler en dat zal ook moeten. Hè. We hebben de principesbeslissing genomen, maar de wisselwerking doen tussen mensen, leerkrachten die je naar de bedrijven stuurt en ervaring laat opdoen, maar omgekeerd mensen die uit het bedrijfsleven komen en die naar de klas willen, ja, dat moet makkelijker kunnen. En dat blijkt helaas met vakbonden vooral een hele moeilijke discussie. Dat is met veel dingen zo in ons land trouwens. Ja. Maar daar moet de volgende regering echt werk van maken. En ik vind trouwens, over partijgrenzen heen zijn we het eens dat stem belangrijk is. We zijn er ook lang aan het werk. We zijn zelf niet altijd een goed voorbeeld. Hè. We hebben er net nog mee zitten lachen. Politici die komen zelden zelf uit een stemrichting. Philippe de Bakker die doet dat wel. En ik denk dat je ook het verschil meteen merkt als je met iemand kan onderhandelen die ook weet waarover hij spreekt. Dus misschien dus ook een belofte die u kan maken in de politiek wat meer mensen uit stemrichtingen aantrekken. Wel, als het een succes wordt, laat er dan ook maar een paar doorstromen naar de politiek. Hè. Dat komt de sector ook te goed. Het wordt hier allemaal opgenomen, hè? Dus je krijgt het nog allemaal terug na de verkiezingen. Ik meen er elk woord. Eerst stemmen en dan de stem. Eerst stemmen en dan de stemrichting. Mevrouw Kerkbach, eigenlijk uw partij, wat wil die doen om die stemrichtingen sneller meer? Want natuurlijk, SPA heeft lang ook de post van onderwijs bezet gekregen. Wat willen jullie doen om die stemrichtingen meer bij de mensen te krijgen? Wel, we zijn heel blij te lezen dat Essentia de focus legt op duaal leren. En we geloven heel sterk ook in die wisselwerking tussen industrie en de school. En we hebben daar nu ook de afgelopen jaren wel wat doorbraken gerealiseerd, maar we zijn nog heel ver, mijlenver van het Zwitserse model. Mm-hmm. Die zijn er al wel 150 jaar mee bezig. Maar als je ziet dat sinds 2017 duaal leren is opgestart, er 5 opleidingen zijn voor chemische procestechnieken en 34 voor haarverzorging. Ik ben misschien niet de juiste persoon om daar nu over uit te rijden, maar ik bedoel, mijn punt is, er is wel meer focus nodig. En daar denk ik dat ook de politiek ook een verantwoordelijkheid heeft. En als we elkaar daarin zouden kunnen vinden, meer sturing om toch ook wel meer stemrichtingen te laten primeren. Meneer Beke, het is wel een hallucinant voorbeeld, hè? Maar zo weinig richtingen die focussen op die chemie- en farmasector. Het probleem is niet dat er te veel richtingen in haar of haartooi zouden zitten. Het probleem is dat er te weinig in de andere sectoren zit. Te weinig focus op de chemie en farma. Ja, en daar moet ook aan gewerkt worden. En dat heeft deze legislatuur een start gekend in stijgende opbouw. Hè. Nog eens, het aantal is op 3 jaar tijd... Wat neemt u mee in de volgende legislatuur? Vertienvoudigd, maar het is wel deze weg dat we moeten verder opgaan. Ja. En ik denk dat dat ook doing by learning is. Velen hebben een wat afwachtende houding aangenomen. Het verbaast mij soms als ik op bedrijfsbezoek ga en we hebben het over duaal leren, hoe weinig bedrijven dat
weten waar het precies over gaat en dat ook voor hen van toepassing kan zijn. En dus ik denk maar kan dat... de politiek daar geen rol in spelen? Ja, dat... Een beetje meer die verbindende factor zijn, dat het sneller inderdaad. Gaat. En dat, dat gebeurt ook. Ik denk dat Hilde Crevit samen met Philippe Muiters daar de weg voor gebaand heeft om ervoor te zorgen dat nu die weg ook verder bereden kan worden. Ja, absoluut. Ja, ik vond het... we hebben net lokale verkiezingen achter de rug en misschien moeten we niet wachten tot de verkiezingen van mei volgend jaar, want ik zeg het, we gaan allemaal wel die inspanningen die de voorbije jaren gebeurd zijn versterken. Maar wat mij op viel bij die lokale verkiezingen, was dat de meeste gemeenten, ze hebben een schepen van onderwijs en dan hebben ze een schepen van lokale economie. En als je dan gaat kijken en gaat vragen of die al eens zijn gaan samenzitten en of die bijvoorbeeld alle scholen al eens in contact hebben gebracht met de lokale bedrijven, dan ben ik er zeker van dat dat op grote plaatsen in grote steden wel gebeurt, maar op heel veel kleinere gemeenten gebeurt dat gewoon niet. Dus daar en dan krijg je beginnen. Dat soort voorbeelden waarin men zegt, we hebben ervan gehoord in de krant, maar we kennen het nog niet. Dus ik zou oproepen en dan sluit ik af. Ja, iedereen is op dit moment bestuursakkoorden aan het maken. Iedereen staat klaar om vanaf januari te onderhandelen. Als iedereen dat in zijn eigen gemeente doet om die twee met elkaar te verbinden, dan gaan we van die 1000, Wouter, dan gaan we naar 10.000. Voilà, u begint in Aarschot, u in Leopoldsburg. Voilà. Goed, die opleidingscentrum die al bestaan en waar meer mee kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld Pharma staat ook in de schoenen, in de startblokken, wordt samengewerkt met de VDAB, maar het komt allemaal zo langzaam op gang. Wat kan de politiek doen, meneer De Wever? Ja, dat is wel juist, maar als je spreekt over grote steden, hebben wij ook al wel wat gedaan. Hè? Onze investeringen in onderwijs zijn van 70 naar meer dan 170 miljoen gestegen de voorbije legislatuur op lokaal vlak alleen. En heel wat initiatieven zijn genomen. Goeie schepen. Om aan goede schepen, zou ik dan zeggen. En een prachtige burgemeester, dat mag aan toevoegen, die de regie over heel deze zaken voert. Waarbij je natuurlijk de matchmaking tussen uw bedrijfsleven, dat zelfs met geld over de brug wil komen, BASF, 300.000 euro aantrekkingsrechten. En je moet die matchmaking wel organiseren, waarbij Wouter zegt, bedrijven kennen het niet. Dat zal waarschijnlijk wel waar zijn, maar aan de andere kant vind ik onderwijs vaak ook zeer rigide in haar gedaanten en gewoonten. Mm-hmm. En iedereen moet uit zijn comfortzone komen. Hè. Het uur nul is september 2019, 87 richtingen. Dat moet een succes worden. En dus inderdaad, alles wat moet gebeuren op lokaal vlak en op Vlaams vlak om die aanloop succesvol te nemen, moeten we nu doen. Ja, maar als ik daarnet... We zijn twee dingen soms een beetje door elkaar aan het verwarren. Als het gaat over stem, de herwaardering van TSO en BSO en het daar aantrekkelijk maken van die chemische sector en de industrie tout court, is ongelooflijk belangrijk. Als het gaat over duaal leren, die matchmaking is ongelooflijk belangrijk, maar op dit moment zie je dat in de mindset... Soms van scholen, maar ook vaak van leerlingen en ouders, duaal leren een beetje zoals vroeger het leercontract begint te vervangen. Mm-hmm. Dat men dat eigenlijk ziet als een einde van een watervalsysteem, waar men op het einde komt en zegt, oh ja, het is nog altijd duaal niet aantrekkelijk. Leren doen. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Ja. Wat we willen is dat je via duaal leren ervaring opdoet om te kunnen excelleren, niet om na schoolmoeheid dan toch maar ergens iets te landen. Dat is de analyse, maar wat gaat u eraan doen dan? En dus wat daar ongelooflijk belangrijk is dat als je die duaal leren introduceert, dat het veel meer mainstream wordt en veel meer als een onderdeel van een carrièrepad, waarin dat je sowieso allemaal levenslang moet gaan leren. En dus vandaar dat ik ook verwees naar het Zwitserse model. Heel anders moet kijken naar de manier waarop dat systeem bekend wordt gemaakt en wordt gepromoot en ook door leerkrachten wordt geïncorporeerd. En vandaar dat ik ook daarnet niet toevallig zei, niet alleen de ervaring voor de klas brengen, maar ook de klas en de leerkrachten en degenen die de trajecten binnen de school ontwikkelen, inclusief de schepen en burgemeesters, mee voeling doen krijgen met wat er op dat werkterrein gebeurt. Mevrouw Kerbach, daar ligt misschien nog een mogelijkheid. Echt duaal leren langs twee kanten eigenlijk, hè? En het beter promoten. Ik denk dat vooral de uitdaging ligt in een betere samenwerking en wisselwerking tussen industrie en het onderwijs. Ik ben het eens met de heer De Wever die zegt van kijk, er is nog wat schroom vanuit het onderwijs om flexibel en vlot samen te werken met de industrie. En daar denk ik dat we niet moeten wachten tot de volgende legislatuur, Gwendolien, om een loopbaanpact te sluiten waarbij zijinstromers vanuit de industrie makkelijker in het onderwijs terecht kunnen om vooral know-how, capaciteit, ervaring vanuit de industrie in het onderwijs te brengen. En ook samen te werken, scholen en industrie, zowel op het vlak van materiaal. Scholen hebben de middelen niet
om de laatste technologische innovaties te kunnen aanbieden. Is dat iets wat de politiek en, kan beloven? Ja, maar ja, makkelijker maken van die samenwerking kan je effectief realiseren, maar ik wil maar zeggen, we moeten niet, het is te gemakkelijk om te zeggen, ja, het is de schuld van de vakbonden. Mm-hmm. Ik denk dat je een loopbaanpact moet kunnen realiseren, ook nog deze legislatuur, als iedereen... Het loopbaanpact... Wel, een van de problemen is als je vandaag uit de private sector naar het onderwijs wil overstappen, ja, dan begin je terug met nul anciëniteit. En je vraagt dus eigenlijk aan mensen, laat alles maar achter, en doe het maar alleen maar uit overtuiging. Ja, maar dat kan u als politicus is belangrijk, maar dat vind ik. Wel, we hebben er al eens geld voor vrijgemaakt. En wat heb ik toen gemerkt? Dat ze het geld voor iets anders hebben gebruikt, ja, na sociaal overleg. Ja, maar u geeft geld en u controleert niet, meneer Beke. Dat kan toch niet? Wij... Ja, meneer Beke. Nee, ik denk dat... Ja, dat klokken dat... De kat is sorry. Ja. Hangt u ergens vast? Nee, mijn gsm gaat af. Ja. En dat in een panelgesprek. U moet echt alles kunnen, hè, tegelijkertijd. Goed, meneer Beke. Nee, ik denk geld dat... geven en niet controleren, daar waren we gebleven. Ja, maar ik denk dat dat wel de toekomst is die we moeten uitgaan. Ook als we kijken naar onze arbeidsmarkt en zien hoe we alle talenten, hè, want daar zijn we mee begonnen, en dan gaat het niet alleen over de talenten van de leerlingen, dan gaat het ook over de talenten van de leerkrachten en dan gaat het over de talenten van de mensen die in de private sector zitten, die op het einde van hun loopbaan die kundigheid die ze hebben opgebouwd ook voor anderen willen inzetten. En dan denk ik wel dat dat de enige weg is die we te bewandelen hebben daarin. Dus het wordt gemakkelijker gemaakt in de toekomst. Een van de beloftes die ik misschien mag noteren. Als het van u afhangt wel. Als het van mevrouw Rutte afhangt, van iedereen eigenlijk wel. Hè. Had u de laatste vraag gehoord, meneer De Bever? Eigenlijk niet. Goed, maar u heeft een belofte gedaan. U heeft maar ik ben het ermee eens. Ik heb het genoteerd. Goed, we gaan het hierbij houden. We gaan naar het volgende thema, Merima Almaci. En dat is voor u. U kan kiezen uit deze thema's. U heeft ze er net al gezien. En natuurlijk, talent is al weggevallen. Wat is uw thema? Mobiliteit. Mobiliteit. We gaan weer eens kijken, dames en heren. Mobiliteit. Wat Anne Dupont van BASF Antwerpen daarover te vertellen heeft. Wist u dat de chemie en life sciences de exportkampioen is van Vlaanderen? Goed voor 1/3 van de totale export. Bijna 80% van wat de sector produceert, wordt uitgevoerd naar alle hoeken van de wereld. We zijn dus een belangrijke logistieke draaischijf voor chemie en farma. En wat opvalt? Minder dan 30% van de transportvolumes in de sector gaat via de weg. Onze ambitie is duidelijk. Nog meer duurzaam goederenvervoer via spoor, pijpleiding en binnenvaart. Daarvoor is infrastructuur nodig en klantvriendelijk beheer ervan. Concreet, laat ons ruimte reserveren voor de aanleg van pijpleidingen binnen een duidelijk wettelijk kader. Laat ons samenwerken om het spoorvervoer te verdubbelen. Voor het resterende wegtransport is aangepaste infrastructuur nodig om het efficiënt en veilig te laten verlopen. En laat ons de kaart trekken van digitalisering, want hoe meer data, hoe meer transportveiligheid. Dat is grensverleggende logistiek. Wat denkt u? Gaan we samen op weg naar een slimme mobiliteit? Ook weer een duidelijke vraag, hè. Samen op weg naar een slimme mobiliteit. Waarom had u dit eruit gekozen? Wel, eigenlijk omdat we hier echt wel volmondig eens zijn met de principes die voor worden geschoven en ook de oplossingen die vooruit worden geschoven. Ik vind dat in het memorandum, en dat mag gezegd worden, het lijkt misschien raar vanuit een groene mond, maar ik meen het ook echt, een hele knappe model shift wordt naar voren geschoven voor een sector die toch zeer veel exporteert. Hè. Mm-hmm. En dus op alle vier de principes die naar voren worden geschoven, zeggen wij volmondig ja. Maar we zien vandaag in de praktijk wel dat een aantal van de zaken ook wel gaan over beter benutten van wat er al ligt. Hè. Als het gaat over pijpleidingen, Nederland en België, duizenden kilometers pijpleidingen die vandaag onderbenut worden, waar de eerste vraag van is, hoe kunnen we die nu functioneler inzetten voor de doelstellingen die we nodig hebben? Een tweede zaak, hetzelfde met de spooronsluiting. Zowel het havenbedrijf als Lineas, die in de haven het spoorvervoer logistiek organiseert, zeggen zelf dat de eerste taak is die capaciteit niet verdubbelen. De prioriteit is eerst en vooral wat er ligt beter benutten, want nu wordt maar 8% benut. Terwijl in Hamburg dat we zien dat met dezelfde capaciteit 43% is. En dus je ziet een aantal uitdagingen waarvan we absoluut zeggen, ja, wij moeten daarin investeren, maar
vooral, laat ons wat er al is nog veel beter benutten. Ja. En als het dan gaat over digitalisering, dan bijvoorbeeld in de haven van Gent, en ik ga daar, en, excuseer, dan bijvoorbeeld in Gent en de haven van Gent, hebben wij voor publiek, maar we willen dat absoluut ook uitbreiden naar industrie en naar bedrijven, een systeem opgezet van TMAS heet dat dan. Dat is dan Transport Management as a Service, dat eigenlijk een digitale dashboard is, dat in real life aangeeft waar de mobiliteitsuitdagingen liggen op dat moment, waar alles vlot verloopt en waar dat je eigenlijk alles wat met stedelijke mobiliteit te maken heeft, gaat integreren, zodanig dat men daar gebruik van kan maken als gebruiker. En daar komt men dus vanuit slimmer, Londen, New York, slimmer echt omgaan met alles wat je al hebt, ook. Rio de Janeiro naar kijken. Dat is de richting die we moeten uitgaan. Meneer De Wever, ik hoor hier ook een vraag om van dat spoor weg verkeer van 5% naar 10% te gaan. Wat is daarvoor nodig? Ja, een succesvolle maatschappij die de exploitatie zou kunnen waarnemen, dat zou geweldig helpen. En die heeft het ons tot heden wel een beetje aan ontbroken. Want als je ziet wat bijvoorbeeld de Antwerpse haven doet, het havenbedrijf, onder de bezielende leiding van schepen Mark van Peel, hier aanwezig, en de nieuwe CEO, dan zie je dat wij de pijpleidingen beheerden. We hebben dat zelf overgenomen. We hebben dat bedrijf gekocht, omdat we ook wel vinden dat dat beneden potentieel is en dat er veel meer mogelijk moet zijn. De synergie van Antwerpen, ook met de Vlaamse regering, maakt dat er een recordbedrag aan investeringen in waterwegen is gebeurd. De afgelopen periode is dat 2,25 miljard, als ik me niet vergis. Dat hebben we nog nooit gedaan. Capaciteit op het Albertkanaal, connectie van bedrijven. Dat is de haven en het lokale het bestuur die het zelf in handen neemt. Maar wat verwacht pijnpunt u dan van de politiek? U bent ook politicus, zo. Wat verwacht u daarvan? Wat kunnen zij doen? Van politici, nationale politici. Want u spreekt als burgemeester. Uiteraard, de infrastructuur is onze eerste verantwoordelijkheid. Zien dat er de juiste infrastructuur is. En als de publieke sector een speler is, zien dat er ook de juiste exploitatie wordt opgezet. En dat is in zaken spoor het grote pijnpunt. Want de model shift die de haven aan het doormaken is, die vordert eigenlijk redelijk goed als je naar pijpleidingen gaat kijken. En er zit nog veel potentieel. Waterwegen zie je dat we naar de, ik denk, rond de 35 zitten we nu zeker. 35%, 36, Jacques, doet hoger. Als het niet te droog is. Al 38. Kijk, hier, terwijl we spreken, gaat het omhoog. Het enige dat de afgelopen 10 jaar bijna geflatlined heeft, is spoor op 8%. Mm-hmm. En daar ligt uiteraard potentieel, maar de grote problematiek is daar, de rendabiliteit, de last mile problematiek, een gezonde exploitatiemaatschappij die we niet hebben. Liberalisering zou daar kunnen helpen. De overheid die, laat ons zeggen, vanuit een andere filosofie naar die spoorexploitatie gaat kijken. Maar dat is op het federaal niveau, want dat is het enige van het mobiliteitsbeleid dat nog federaal zit. En dat is nu direct de grootste reclame, denk ik, voor het federale beleid. Liberalisering van het spoor, hoor ik hier zeggen. Geef uit handen wat de politiek niet meer moet doen. Laat het over aan de lokale spelers, aan de industrie zelf. Meneer Beek. Wel, dat er bijkomende inspanningen voor de spoor moeten gebeuren, dat is zonneklaar. Hè? Dat is ook nu gebeurd. We hebben in principe beslist om 1 miljard euro vanuit Vlaanderen extra te doen. Dat kon in het verleden niet, maar dankzij de zesde staatshervorming kan dat wel. Ik denk wat de spoor betreft, het verder doorwerken aan de IJzeren Rijn, dat dat ook wel ontzettend belangrijk is voor de haven en dan de doorvoer naar de rest van het hinterland, zeker ook naar Duitsland. En de modal shift, het woord is hier al gebeurd, naast spoor inderdaad water. Ik woon kort bij het Albertkanaal. Het aantal bruggen dat daar verhoogd is om toe te laten dat meer maximaal kan benut worden. Ja, ik denk dat we er bijna zijn, hè, op een paar na. Ik zie in Ham dat ze nu de laatste bruggen aan het verhogen zijn. Over Ham gesproken, een gemeente waar ik graag mee zou fuseren, dat is eigenlijk het verlengde van de haven van Antwerpen aan het worden. Hè. Je ziet dat... En dat willen wij ook fuseren. Ja. En Leopoldsburg. Kom maar af. Ja. Ik hoor hier de meest onwaarschijnlijke... Ja, dan moet ik niet meer verhuizen. Tegen 2024. Ja. Goed. Laat het ons even hebben over de pijpleidingen. Maar ik was nog niet uitgesproken, maar goed. Ja, rand maar kort af. Nee, ik denk dat ook de filosofie van wat is nu bijvoorbeeld een kanaal, hè, dat is ook deel van de model shift. Hè. Vroeger was een kanaal een doorgangspunt om van A naar punt B te gaan. Vandaag zie je, en daarvoor neem ik bijvoorbeeld het voorbeeld van het Albertkanaal, dat ook gewoon een deel is van exploitatie van economische activiteiten. En dus die filosofie die verandert en daar wordt toch ook heel maximaal op ingezet. Ja, goed. Mevrouw Rutte, misschien even over die pijpleidingen, hè, want daar was ook vraag naar in het filmpje. Breid dat uit, voorzie een aantal mogelijkheden, capaciteiten.
capaciteit. Op dit moment, die strategische keuzes worden bij mijn weten nog niet gemaakt, politiek. Wel, ook daar is dat denk ik een kwestie van gezond verstand. Hè. En zeker van goede wil. Ik denk ook opnieuw over de partijgrenzen heen. Maar wat in ons land heel vaak parten speelt, en zeker bij pijpleidingen, is ja, de vergunningsproblematiek, hè, zoals altijd. Ja. Er zijn heel veel mooie woorden gesproken. Ik denk een paar jaar geleden, toen we aan de vorige campagne begonnen, om ja, het makkelijker te maken, vergunningen beter en sneller af te leveren. Er zijn ook wel inspanningen gebeurd. Maar je kan bezwaarlijk zeggen dat voor grote infrastructuurwerken het in ons land makkelijk gaat. En dus beter samenwerken, alles op elkaar afstemmen. En dat is toch wel degelijk de politiek die het moet doen. Mm-hmm. Twee, wat de politiek niet kan doen en waar ik heel sterk in geloof, want de oplossingen komen meestal vanuit het terrein, is meten is weten. Hè. Een data-gedreven mobiliteitsbeleid. Ja, ik weet eigenlijk trouwens niet of vandaag wel de ideale dag is om over een vlot mobiliteitsbeleid te spreken. Hè. We hebben vandaag weer een dieptepunt gezien. Maar ik ben er helemaal van overtuigd dat we dat beter kunnen doen, dat er heel veel winst en quickwinst te maken zijn. Ongeveer de helft van de vrachtwagens op onze wegen ja, rijdt niet vol rond. Hè. Daar is plaats in. Mm-hmm. En alleen al op basis van data slimmer op elkaar afstemmen en elke keer die capaciteit gaan gebruiken, zodat die vrachtwagens niet leeg moeten rondrijden, ja, dan maak je een enorm verschil. Ik zou zeggen, gewoon dus doen. Slimmer gebruik van maken, maar ook dat wetgevend kader aanpassen, duidelijker maken, vaster maken, ook voor mensen. Meneer De Wever, u wou reageren. Ja, er was een schimpscheut op de infrastructuur. Die wil ik graag aannemen. We hebben in deze stad lichte mobiliteitsproblematiek. Dat zal iedereen wel opgevallen zijn en daar ons niet uit om dit een dieptepunt te noemen, want we kunnen dieper. Je kunt nog dieper. Maar wij hebben wel. Twijfel er niet aan. We hebben na amper 20 jaar discussies wel de knoop doorgehakt in die werken zijn begonnen en dat zijn maar de belangrijkste werken die in West-Europa deze eeuw zijn uitgevoerd om die stedelijke mobiliteit vlot te trekken. Dat is het goede nieuws. Slechte nieuws is dat we natuurlijk nog jaren aan het graven zijn en aan het bouwen zijn, maar ook die capaciteit op de weg. Hè, daar zit misschien een verschilpunt. Je gaat niet alles oplossen met een modal shift. Daar moet natuurlijk in een robuuste ringstructuur van Antwerpen, dubbele ringstructuur, ook de Brusselse ring, heel wat capaciteit bijkomen. Naast het geloof dat we hopelijk nog hebben in technologie, voertuigtechnologie. Ja. Ook het dag- en nachtwerken, waar alle spelers in de logistieke keten uiteraard hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan geraken we daar wel door. U verwijst naar die grote werken in Antwerpen, hè? Nieuwe tunnels die er ook bij komen. Ik hoor dan Frank zeggen daarnet, ja, maar zorg ervoor dat die nieuwe tunnels ook klaar zijn om ja, gevaarlijke stoffen te vervoeren, om chemiestoffen te vervoeren. Ja, op dit moment, bij mijn weten, ligt dat niet op tafel. Hè? Ja, er is zoiets als de Europese tunnelrichtlijn. En natuurlijk, dat is een heel delicaat evenwicht dat bereikt is met alle maatschappelijke actoren, ook die actiecomité's, wat wij gaan bouwen. Ik ben een man van mijn woord. We zullen dat ook uitvoeren zoals we het hebben afgesproken. En dan is natuurlijk niet alles mogelijk. Wij gaan naar de grootst mogelijke capaciteit. Is dat geen gemiste opsteken. Kans? Dat zal een beetje afhangen van de projectmer die in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt opgeleverd, wat we precies aan zaken capaciteit en mogelijkheden hebben. Maar ik kan natuurlijk geen Europese wetgeving veranderen. Ik kan moeilijk zeggen, enerzijds geef ik toe of neem ik de opportuniteit de Vlaamse regering nog wat meer geld uit de zakken te slaan om ook een enorm leefbaarheidsproject te doen, zijn de overkapping van de Antwerpse ring. Maar dat stelt in zaken tunnelveiligheid wel grote uitdagingen die we ook onder ogen moeten zien. Maar we zullen uiteraard het probleem met het ADR-transport dan ook moeten oplossen. Hè. Er zal capaciteit moeten voorzien worden om ook dat te doen, zeker voor de petrochemische sector. Daar gaan we nog over spreken. Ik denk het wel, ja. Nu, wat betreft de Oosterweel, wat dat betreft zit ik op dezelfde lijn. Maar je hebt wel natuurlijk een veilig en, laten we zeggen, een zekere ADR-route nodig, een routennetwerk nodig. En als je dan gaat kijken naar het verhaal van de Bevertunnel, die toch wel heel belangrijk is om bijvoorbeeld ook het verhaal van de Oosterweel mogelijk te maken, dan moet je daar wel veel proactiever mee omgaan. En we hebben in 2013 een oefening gedaan om een resolutie neer te leggen in het Vlaams parlement om dat debat aan te gaan. Maar ja, dat vond men op dat moment, ik weet niet waarom, te vroeg of niet actueel, maar dan zit je wel met een dreiging van sluiting van een Beverentunnel waar ongelooflijk veel vrachtwagens elke dag doorgaan die net exact dat soort goederen vervoeren. Dus je moet ook wel, los van het debat over op welke wegen en kan het in het kader van Oosterweelverbinding of niet, wel kijken naar de wegen die er zijn en wat er op welke manier tijdig wordt aangepast aan de infrastructuur, zodat je niet alle wegen afsluit. Dat is ook een positie die we hebben. Mevrouw Kerpaar. Sinds 2000 zelfs, willen we in Antwerpen het mobiliteitsprobleem oplossen door een modal shift. Juiste keuze. We zijn nu 2018 en we hebben opnieuw een modal shift beslist. Niet tegen 2020, maar nu tegen 2030. Dus we zijn goed in het formuleren van ambities. Ik denk dat het essentieel is
dat we nu ook die modal shift ook in de feiten ook realiseren. Ik heb daarnet gehoord dat we het allemaal over eens zijn dat we de shift naar spoor nog moeten opvoeren. En dat is zo. Daar ligt een gigantische opportuniteit. Die mogelijkheid of die vervoersvorm is onderbenut. Wat de weg betreft, de ring, dat we daar de functionaliteit verbeteren door een derde Scheldekruising, dat is prima. Maar we mogen eigenlijk geen illusies verkopen. Hè. Die weginfrastructuur aan zich zal de files niet oplossen. Hè. Het is door het verschuiven naar andere modi. Hè. En daarom is ook het verschuiven naar spoor zo cruciaal. Ja, meneer Beeken. Wel, beslissingen 15 jaar geleden genomen, dat klopt. Maar de resultaten zijn er intussen ook wel. Hè. Als we kijken naar de tonnage op onze waterwegen, dat is in de eerste helft van dit jaar met 2% gestegen. Het aantal getransporteerde containers met 6% gestegen. Dus die shift die realiseert zich wel degelijk op het terrein. En er is ook geen alternatief voor. Ik denk dat we het daar ook allemaal wel over eens zijn. Als het gaat over we moeten het brede plaatje bekijken, dan ben ik het daar ook mee eens. Ik denk dat een deel van het brede plaatje ook wel is waar willen we in de toekomst in Vlaanderen nog onze economische sectoren hebben. En ik verzet me tegen de idee die sommigen hanteren om te zeggen, we moeten onze economische sectoren in de Vlaamse Ruit doen en daarbuiten, daar kun je dan in het weekend gaan wandelen in de bossen en gaan kijken naar de wolven. Maar voor de rest moet daar niet veel te beleven zijn. Daar verzet ik me tegen, omdat dat volgens mij ook geen zinvol economisch model is. We moeten zorgen dat in heel Vlaanderen op alle plaatsen weliswaar goed logistiek ontsloten op het vlak van mobiliteit, maar dat we daar wel economische ontwikkelingen kunnen blijven doen, ook in de toekomst. U bent gelukkig partijvoorzitter, hè? U heeft daar iets over te zeggen. Hè? Zeg maar zeker. Maar mag ik daarop aansluiten? Ja? Als ik hoor vanuit Wouter de Geest, de CEO van BASF, waar daarnet ook het filmpje vanuit BASF kwam, die zegt transport vermijden is de beste optie. En we hebben daar een totaalplan voor nodig, dan zeg ik ja. En dan kom je weg van de soort karikaturen die soms onterecht worden gemaakt, vind ik echt oprecht. En dan zeg ik, oké, laat ons dan kijken hoe we dat best kunnen doen. Hè. En laat ons, er staan vandaag al initiatieven die effectief, hè, Vergo enzovoort, die vrachtwagens voorkomen dat die leeg rondrijden. En die digitalisering, het alles op elkaar afstemmen, dat dashboard, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar laat ons alsjeblieft wegblijven van dooddoeners die niet helpen. We moeten eerst zoveel mogelijk transport vermijden. Het transport dat er is, zoveel mogelijk overslaan op andere wegen. Dat gebeurt nu al zeer sterk vanuit Essentia, vanuit de chemische sector en de life sciences. En dan moeten we effectief gaan kijken, wat hebben we nog nodig? En het is ook in het kader van dat debat dat de slimme kilometerheffing op tafel is gekomen. We wisten, dat heeft het Federaal Planbureau ook beslist, dat als je dat alleen invoert voor vrachtwagens, dat veel te weinig effect zou hebben. En dat blijkt nu. Dus dat betekent ook dat je veel sneller moet durven invoeren dat voor personenwagens. Ook dat is onderdeel van het debat. Goed. Voor mobiliteit. Vermijd wat je kan vermijden. Het gaat niet altijd over overal alle capaciteit. Wees veel efficiënter. Ik wou net zeggen, alle neuzen zitten staan wat dit betreft in dezelfde richting tot ze het over de slimme kilometerheffing begon. Zag ik alle mensen knikken. We gaan dat niet apart aansnijden als thema. Als het over belastingen gaat, dat is avondvullend. Wel vaker niet op hetzelfde golflet. Goed, maar ik mag... Het idee is wel goed, maar de manier dat je het uitvoert is... wel heel belangrijk. Ja. Maar ik mag wel besluiten dat de hele mobiliteitsvraagstuk, en ik wil er geen Antwerps debat van maken, dat hoger nog op de agenda komt in de volgende legislatuur? Ja, absoluut. Dat is wel degelijk een Antwerps debat. Je moet daar niet verlegen voor zijn. Dat is goed. Ik wou er geen Antwerps debat van maken. Het is ook Limburg. Het zijn ook de ook buiten de ruit. Buiten de ruit of zoiets. Hè? Ja, buiten de ruit. Achterkontig woont er ook nog volk, zeggen we altijd. Ja. Goed, je kan hem niet verslaan wat dat betreft. Hè. Goed, dames en heren, we ronden hier af dit thema. We gaan naar het volgende filmpje. Meneer De Wever, deze keer bent u aan de beurt. Ja. Welk thema kiest u? Energie. Energie. Klimaat. En klimaat, hè, want dat is onlosmakelijk. Energie dus. Verbonden. En klimaat. En klimaat. En daarvoor luisteren we naar de CEO van INEOS, Finol. Die komt aan het woord. Kijkt u even mee. Wist u dat de productie in de chemie en de life sciences sinds 2001 verdubbeld is? Terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 30% is afgenomen en energieverbruik is gedaald? Bovendien zorgen de innovaties uit de sector voor minder CO2-uitstoot in alle segmenten van de samenleving. We kunnen dus een zeer goed rapport voorleggen. Maar zonder energie is er geen economie. En daar wringt het schoentje. De bevoorradingszekerheid staat onder druk, net als de betaalbaarheid. De energiekost voor onze bedrijven ligt hoger dan in de buurlanden. We staan dus voor een zeer grote uitdaging. Hoe zorgen we voor een gegarandeerde, betaalbare,
en duurzame energiebevoorrading en een competitief klimaatbeleid. Vier principes zijn hierbij van belang. 1. Een technologie-neutrale energiemix. Dit betekent dat het langer openhouden van kerncentrales geen taboe mag zijn als de bevoorradingszekerheid of competitiviteit van de industrie in het gedrang komt. 2. Het is niet met subsidies dat we een duurzame energietransitie realiseren, maar met innovatie. Bijvoorbeeld in het gebruik van CO2 als grondstof of investeringen in groene warmte. 3. Voer de energienorm uit. Het principe staat in het energiepact, maar we moeten het ook uitvoeren en correctiemechanismen voorzien om de kostenhandicap bij te sturen. En 4. Het klimaat stopt niet aan de grens. De Europese klimaatambities dienen er rekening mee te houden dat bedrijven wereldwijd moeten kunnen concurreren. Een globale uitdaging vraagt immers ook een globale aanpak. Kortom, het is hoog tijd om doordachte en becijferde keuzes te maken in het energie- en klimaatbeleid. Vindt u dit ook niet? Ja, meneer De Wever, vindt u dit ook niet? Ik hoor hier toch klimaat wel. Ik hoor hier toch klimaat wel aan bod komen. U had het echt over energie. Nee, maar dat is in één adem gezegd. En als wij krachtigere en betere antwoorden hadden gegeven op alles wat meneer Kazier heeft gezegd, dan zou ik een pak geruster slapen in de beslissing die INEOS de komende dagen gaat nemen over de eerste keer in 20 jaar grassroots petrochemische cracker in Europa te bouwen. Dat is allemaal China geweest, Midden-Oosten, Shell, Verenigde Staten. Die beslissing zal vallen. Het is tussen ons en Rotterdam. En ik denk als we iets krachtiger deze kaarten hadden getrokken, dan stonden we er beter voor. En dus ik moet niet reageren op het filmpje, maar ik ben het er volledig mee eens. En ik wil een statement maken dat wij wel degelijk een ecologische omslag ook naar klimaat moeten maken deze eeuw. Weg van de fossiele brandstoffen, dat is voor Europa sowieso een goed idee, want wij hebben geen fossiele brandstoffen, dus dat is strategisch een juist idee. Maar dat de hele sfeer waarin dat het debat plaatsvindt in de westerse wereld volgens mij fout zit. Wat is er fout, hè? Een ecologische omslag bereik je volgens mij niet met de manier waarop nu aan ecologisme wordt gedaan. Dat vooral toch een angstcultuur is. De apocalyps staat voor de deur en we moeten allemaal ons leven wijzigen. We moeten zelfs stoppen met economisch groeien. Ik heb dat gelezen in een manifest door honderden academici ondertekend. Dus heeft mijn geloof in de academische stand een deuk gegeven, moet ik zeggen, dat je zoiets moet lezen. We moeten dat debat aangaan met vooruitgangsgeloof, met optimisme, dat we die problemen kunnen oplossen, met geloof ook in technologie en met beleid dat evidence-based is. En daar wil ik twee voorbeelden van geven, dan sluit ik af. Waar dat we dat nu absoluut niet doen. Het eerste is de kernenergie. Dat is een CO2-neutrale manier van energie produceren. Die hebben we. We hebben daar in het verleden investeringen gedaan. De jongste centrales, doel 4, tranche 3, die zijn van 1985, die kunnen nog heel dus lang mee. Dus u zegt, laat die langer open blijven, maar daar geen taboe van. Natuurlijk, dan is er Fukushima geweest. Daarbij is wel geteld 1 dode gevallen. Iedereen kent Fukushima, niemand kent nog de Sendai-beving. Dat was 9 op de schaal van Richter, een tsunami van 14 meter hoog. Over die centrale gegaan, er zijn 19.000 mensen verdronken, 1 dode door de ramp van Fukushima. Iedereen kent Fukushima, niemand kent Sendai. Dat zo'n oude centrale als Fukushima eigenlijk dat nog heeft doorstaan, zou je nog als reclame voor kernenergie kunnen beschouwen, eerder als de tegenproef, dat op basis van dat gebeurtenis, Merkel heeft gezegd, we stappen eruit, we gaan in bruinkool. Eigenlijk is dat totaal, en ook ecologisch is dat totaal absurd, dat wij in dit land zeggen, begin deze eeuw, we stappen uit de kernenergie, in 2015... hebben we gezien, ja, we halen het niet. Toen moesten we 600 megawatt vervangen. 600, hè? Dat waren de oudste centrales. Goed. Dat hebben we niet gehaald. En nu zeggen we gaan 6000 megawatt vervangen binnen 7 jaar. Ja. Wie gelooft dat zoiets? Niet, geen wie gelooft uitstap dat? Zonder dat er bevoorradingszekerheid is? Ja, we moeten bevoorradingszekerheid, prijszekerheid, dat moet allemaal verzekerd worden. Daar gingen we een monitoringcomité voor opstarten. Die beslissing energiepact is van voor de zomer. Het comité is er nog niet. Mm-hmm. Energienorm gingen we in juli hebben. Binnenkort komt de Sint aan, tenzij dat die bij heeft. Die hebben we nog niet. Dus we hebben al een half jaar verloren en we hebben 7 jaar tijd. Maar uw partij zit mee in de regering, hè? U kan daar iets aan doen. Het tweede, ik wil nog een tweede casus aan toesmijten. Ja. Dat is nog erger wat ik nu ga zeggen. Die CO2-doelstellingen, dat opbod min 30, min 40, min 50, min 100, doe maar op. Maar dat is absurd. Als je gaat kijken wat we daarmee bereiken, welke kosten we moeten doen en wat dat voor het klimaat uiteindelijk betekent, kan je geld evengoed in brand steken. Moet je globaal bekijken. Maar niet dat die brand ook CO2 zou bijna uitstoten. Denken dat u in de oppositie zit. Debat op een totaal andere manier, dat ecologische omslag op een totaal andere manier gaan voeren, gebaseerd op evidentie. U wil mij afronden, ik zou zeggen, lees Elsevier, 13 oktober, ik wil u gerust mailen, mail mij, ik zal het u er tegen mailen, waar professoren in mijn ogen een zeer, zeer, zeer
lezenswaardig stuk hebben geschreven, wat we moeten doen en vooral hoezeer we verkeerd bezig zijn door ecologisch doen. Klinkt bijna als oppositie. Waar niemand nog durft tegenspreken. Mevrouw Rutte. Enfin, ik durf dat wel. Maar hij durft alles, denk ik, dus daar twijfelt niemand aan. Maar dat is de vraag hier helemaal niet in België. Hè. Toch wel. Je kan een intellectueel debat voeren en je kan je afvragen of kernenergie daarin een plaats heeft. Ja, dan nee. Er zijn best wel plaatsen in de wereld waarop ze het doen. Hè. Heel duur en ook zwaar gesubsidieerd. Maar allee, beeld je nu eens in hier in België dat we effectief een nieuwe kerncentrale zouden moeten gaan bouwen. Ik bedoel, een beetje serieus zijn. We hebben daar net gesproken over pijpleidingen die er liggen en die we nog niet gebruikt krijgen. Nieuwe pijpleidingen die we moeten vergunnen en dat gaat niet. 30 jaar Oosterweel en nu gaat de schop in de grond, maar we zouden allemaal in één keer wel een kerncentrale gaan bouwen. Kijk, dat heeft geen zin. Je ziet dat dat niet gaat. En dus moet je kijken, wat, laat me even uitspreken, ik heb dat met jou ook gedaan. Als je kijkt wat er nu staat, dan hebben we de voorbije maanden weer maar eens gezien hoe betrouwbaar dat die oude kerncentrales zijn. Mm-hmm. Die zijn niet betrouwbaar. En als je daar nu nog geld moet gaan inpompen, bijkomend geld moet gaan inpompen, wel, dan is dat weggegooid geld. Dan zeggen wij, pomp dat geld op een andere manier in dingen die betrouwbaar zijn. En bijvoorbeeld in gascentrales, want die kan je aan- en uitschakelen en die zijn veel meer compatibel met hernieuwbare energie. Maar ik vind het dan ongelooflijk, twee partijen van de meerderheid, ik versta waarom dat investeerders niet willen investeren in hernieuwbare. Ook, als je altijd terugkomt op beslissingen, dat snap ik ook. Als je op de witte stemt, dan is dat inderdaad... Je zegt ja in de regering en je komt hier nee zeggen. Dat ik zou denken, stick to your plan. Nooit ja gezegd. Heren en dames, politici. Wouter Beke. Ook niet in de regering. Wouter Beke. Absoluut wel. Maar de kernuitstap, Bart de Wever, die hebben wij samen in het parlement gestemd. Nee, jawel, in 2015. In 2015 is die gestemd. Absoluut. In 2015. Ik heb geen meerderheid om die te laten veranderen. Meneer Beke. Dat geef ik toe. Meneer Beke. In 2015 heeft dit parlement, waar dat uw partij mee inzit en waar dat u ook mee inzit, dat wel degelijk gestemd. En dan is het inderdaad, stick to your plan. Het ergste wat kan gebeuren, dat is jaren en jaren en jaren vertwijfeling laten zaaien. Dat is het ergste wat kan gebeuren. En ja, er zijn gigantische uitdagingen. En ja, degene die zeggen er is een hele simpele oplossing, die ligt, die bestaat niet. Maar als we één keer een beslissing genomen hebben, en dat is hetgeen waar we eigenlijk aan ziek zijn. Mm-hmm. Eén keer een beslissing genomen, dan moet je die uitvoeren en dan moet je zorgen dat je een kader creëert om die uitvoering mogelijk te maken. Want het is inderdaad zo, Bart, dat we intussen al veel tijd verloren hebben. Maar dat is ook omdat die vertwijfeling blijft. Dat is omdat die vertwijfeling blijft. Daar hou je toch niet tegen, hè? Ja? De energienorm, hè? Ja, maar ik ben geen minister van energie. En dat de energienorm in het regeerakkoord staat, dat is op vraag van de CD&V geweest in 2014. Maar dus, ik vind dat we die wel degelijk moeten uitvoeren. Ik vind ook, er is ook een Europees component aan bod gebracht. Mm-hmm. En ik vind inderdaad dat we dat ook Europees mee moeten benaderen. Als het gaat over onze bevoorradingszekerheid, dan zal dat niet alleen vanuit ons eigen land gebeuren, dan zal dat ook een stukje vanuit Europa moeten gebeuren. Ja, maar Europa mag geen excuustruus worden, natuurlijk. Europa, de energienorm die kan u zelf. Europa hoeft ook geen excuustruus te zijn. Het gaat over energie en klimaat. Een aantal jaren geleden heeft Europa gezegd, we moeten een 2020-plan hebben. Als we vandaag kijken, en we zijn 2018, dan gaat het over die drie doelstellingen. 20% energieefficiëntie, 20% hernieuwbaar en 20% broeikas. We zijn daar. Dus we kunnen dat doen. Maar we kunnen dat alleen doen als we zeggen, we hebben een duidelijke ambitie. Die gaan we niet meer in vraag stellen. Niet tussendoor. Ook we niet werken als, als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Ook dan stellen we niks meer in vraag. Ja, maar op een duur, door vertwijfeling te laten, ga je op een duur die bevoorradingszekerheid in vraag stellen. Mm-hmm. Dat is nu net het punt. Je moet ervoor zorgen dat als je ene keer die koers hebt bepaald, als je ene keer die richting hebt gekozen, dan moet je er naartoe werken om die bevoorradingszekerheid te garanderen. En wat die bevoorradingszekerheid betreft, daar is natuurlijk iedereen bekommerd om. Die prijs, daar is iedereen bekommerd om. Alleen is de vraag, hoe zorgen we ervoor dat aan die twee bekommernissen die er zijn en die we allemaal dragen. Ik kan me niet voorstellen dat een van de collega's hier zegt, voor mij interesseert mij dat niet. Maar het gaat wel over op welke manier gaan we dat bereiken. Mm-hmm. Mevrouw Almaci. Ja. Misschien een beetje bizar, maar ik zal de economische logica rond kernenergie dan maar aanhalen. Op dit moment is het businessmodel van kernenergie totaal failliet, internationaal. Dus wij kunnen nog een heel debat voeren over waaraan en waaraf. Maar het is zeer duidelijk dat er geen investeerders gevonden worden voor kernenergie. Dat de nieuwe plans die opgestart worden jarenlang vertraging hebben. Ettelijke keren boven hun budget gaan, en dat gaat over miljarden, dat men in ruil daarvoor, en dat doet men op dit moment vanuit Electrabel in België ook, een vaste prijs vraagt per kilowattuur
boven de marktprijs van elektriciteit. En dus dat we dit debat veel sterker moeten voeren, daar ben ik het over eens. Maar het angstdebat wordt wel gevoerd hier aan mijn linkerzijde in plaats van bij ons of bij de rest van de regering. En ik wil daar twee voorbeelden van geven. Heel kort. Als het gaat over flipfloppen, als je natuurlijk hernieuwbare energie en alternatieven een kans wil geven, dan moet je die moloch van de beurs zijn eigen monopolie weghalen. Dat is één. Dat is een pure economische logica. Duitsland. Dat voorbeeld van Duitsland en elektriciteit. En dat gaat natuurlijk over welk element is elektriciteit in het hele verhaal van de uitstoot. En hier ga ik even de redenering afmaken. Als het gaat over de beslissing die Duitsland heeft genomen, is die één overlegd met de industrie, omdat men op geen enkele manier zijn industrie en in Duitsland is er wel wat in gevaar wilde brengen. Er is geen enkel bedrijf dat onzekerheid heeft op vlak van elektriciteit. En tussen 2005 en 2017 steeg de stroomproductie er met 5% hernieuwbaar, 348%. U haalt Duitsland aan als goed voorbeeld. Dat gaat als goed voorbeeld ook op vlak van klimaat. Maar want Merkel, die schaft dat, hè. Want Duitsland zou nooit de bevoorradingszekerheid op het spel zetten, maar tegelijkertijd is de stroom uit kernenergie, bruinkool en steenkool teruggevallen met 133 terawattuur, 30%. De uiten die komt niet van de Duitse elektriciteitssector, die is volledig in Duitsland hernieuwbaar gegaan. Is het ook volledig gesteund op subsidies? Dat is een ander ding wat ik hier heb gehoord. Maar het subsidies, je weet wanneer je begint, je weet nooit wanneer je eindigt. Daar ben ik het mee eens, met die logica. Dus is dat een heel duidelijk voorbeeld target moet stellen, en op het moment dat die target is behaald en iets vanzelf verder kan gaan, dan moet je verder gaan. Maar op dit moment is de uitdaging in Duitsland rond CO2, en dat is ook de uitdaging bij ons, Dat die CO2... Mevrouw Kerbach, en dan naar... ik wist niet dat u smekend kon kijken, meneer De Wever. Ja, maar goed, eerst mevrouw Kerbach. Naar groen, hè. Naar groen, hè. Ja. Nee, het was dat. Nee, maar dat compliment. Mevrouw Kerbach. Ja, energie is te belangrijk voor een dogmatisch steekspel. En zeker ook het politiek steekspel dat we hier aan tafel of aan de pupiter zien. Het is duidelijk dat kernenergie, voor wat de bestaande centrales betreft, geen zekerheid biedt. Allee, ik bedoel, dat zien we in de feiten. Zeker. En ook voor de toekomst biedt kernenergie geen goede business case. Daar treed ik Mirjam volledig in bij. Want hoe meer dat we weten, hoe meer kennis dat we opbouwen, hoe duurder dat de centrales worden. En dat gaat inderdaad ook over veiligheid. Maar wat wordt het dan wel? Maar wat is de toekomst? Ja. En voor ons is dat duidelijk. Dat is hernieuwbaar. Hernieuwbare energie. Ja. Vandaag heeft het Europees Parlement ook op dat vlak de ambitie nog verhoogd. Ondanks het verzet van België. België sloot aan bij de Roemenen, de Polen, de Hongaren en de Bulgaren. En ik begrijp wel die defensieve reflex, en zeker ook vanuit de chemiesector als energie-intensieve sector. Maar het staat toch vast dat die defensieve strategie ook op Europees niveau niet meer werkt. Dus daarom een pleidooi om voluit te investeren in hernieuwbare energie. Heel kort mijn vraag herhalen. Subsidies. Je weet waar je begint, nooit waar je eindigt. Subsidies. Nee, dat is het heeft niet echt gewerkt. Het interessante aan hernieuwbare energie is dat door technologische innovatie die energie goedkoper wordt. En zo, doordat je de subsidies sneller kan afbouwen. Dat is een heel ander verhaal. Kijken naar innovatie om het... Ja, meneer De Wever. Ja, ik ga heel kort op alles reageren als ik mag. Heel kort. Heel kort. Heel kort. U heeft 10 subsidies, seconden. Alles heeft subsidies nodig, ook stichtcentrales. Als je die wilt bouwen, zult je die moeten subsidiëren. Laat ons dan focussen op investeringssubsidies en niet op eeuwigdurende exploitatie op open eindfinanciering. Dat is één. Twee, de centrales zijn onbetrouwbaar, hoor ik hier zeggen. Ja, dan moeten ze onmiddellijk sluiten. Als die onbetrouwbaar zijn, moeten ze onmiddellijk dicht. Niet binnen 7 jaar. Dat is echt zelfverminking, zoiets zeggen. We hebben het FANC die centrales controleert. De jongste, die zijn van 1985, zijn bij de veiligste van de wereld. Die kunnen nog veel langer dan 2025 mee. Drie, een nieuwe centrale heb ik nooit over gesproken. Ik heb alleen gezegd dat we die 2000 megawatt toch houden die we hebben uit die jongste centrales. De centrale van de vierde generatie. De business case vandaag is inderdaad niet relevant in het debat. En waarschijnlijk zal dat te laat komen. Het is wel bizar dat wij honderden miljoenen in het MIRA-project steken om dat te ontwikkelen. In een land dat principieel zegt, we gaan dat nooit bouwen. Waarom doen we dat dan eigenlijk? En dan is er de... Dat is een goede vraag eigenlijk. Hè? Dat is een heel goede vraag. We moeten hier spiegels zetten. En dan is er de stelling die altijd komt, je hebt daarmee goedgekeurd. Dat is niet waar. De kernuitstap was al goedgekeurd. Ik kan dat niet omdraaien. Dat is dogmatisch. Daarom. Dat is dogmatisch. Dat is vloeken maar u zit in de kerk. Nu toch in de zeggen, ik ben nog voor kernenergie. Het bouwt, dat is vloeken in de kerk. Niemand durft dat. Na de verkiezingen zullen ze dat uiteraard doen. Mm-hmm. Want we hebben wel wat voorwaarden toegevoegd in zaken prijs, in zaken bevoorrading en in zaken klimaatneutraliteit van de alternatieven. En niemand van de collega's die onder vier ogen spreekt, gelooft echt
dat we dat gaan halen, maar toch blijft men dat publiek zeggen. En dat is nu eens dogmatisch. Dat is religieus. We zijn in de kerk, dus we gaan het geloof beleiden. Maar niemand gelooft dat. Goed. En als je spreekt over vertwijfeling, over investeringen, daar komt die vandaan. Door doelstellingen te zetten waarvan iedereen weet dat je ze nooit zult halen. Ja, een laatste vraag, mevrouw Rutte, is eigenlijk voor u. Die energienorm die uitgevoerd moet worden, is dat niet het eerste punt waar werk van gemaakt wordt? Ja, en dat is ook het eerste punt waar Bart Tommelijn mee bezig is. Maar in het algemeen, en replicerend op Bart, kijk, laten we geen geld weggooien. Het is niet dat we belastinggeld te veel hebben in België. De noden zijn heel groot. Investeer ze dan op de juiste manier. En dat is in elk geval niet meer in kernenergie. Want als je nu zegt, het moet dan nog 10 jaar verder, ja, dan is dat weggesmeten geld. Dan investeer ik liever in iets waar we veel langer mee verder kunnen. U gaat nog wat discussiewerk hebben in de regering, denk ik. Blijkbaar altijd vooruit, achteruit. Na de verkiezingen komt ja zeggen en dan weer nee. Dat is moeilijk, ja. Wel, ik hoop toch dat het nog voor de verkiezingen gaat lukken. Goed, we gaan hier afronden. Nee, mevrouw Rutte, het is aan u. Welk thema kiest u eruit? Er zijn nog 2 dingen over: circulaire economie en innovatie. Ja, dan kies ik voor de dame. Innovatie. Innovatie. Karin Verkouter. We gaan eens kijken, dames en heren. Wist u dat de chemie en life sciences goed is voor meer dan de helft van alle industriële uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling? Met 417 patenten, dat is dus meer dan 1 uitvinding per dag, vertegenwoordigt de sector 1/3 van het Belgische totaal. Innovatie zit dus in het DNA van de chemie en life sciences. Maar om internationaal uit te blinken, moeten we nog ambitieuzer durven zijn. Wat is daarvoor nodig? Eerst en vooral het behoud van de fiscale maatregelen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Daardoor zijn heel wat jobs gecreëerd. Maar voor onderzoekers met een bachelordiploma is de fiscale vrijstelling beperkt. Die beperking wegwerken zou een goede zaak zijn voor onze KMO's. Er is de voorbije jaren ook extra geïnvesteerd in innovatie. Maar om de 1%-norm voor overheidsinvestering in onderzoek en ontwikkeling te halen, is er minstens 500 miljoen euro extra nodig. Zeer belangrijk is een betere ondersteuning van piloot- en demoprojecten. De stap van labo-onderzoek naar industriële productie is de meest risicovolle innovatiefase. Het is een cruciale schakel om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in jobs en welvaart. Tot slot, maak van duurzame chemie en kunststoffen een speerpunt bij het basisonderzoek aan onze universiteiten en onderzoekscentra. Doe dit vraaggedreven met een regisseursrol vanuit de industrie. En leg daarbij de klemtoon op grote maatschappelijke uitdagingen zoals de circulaire economie en een koolstofslimme samenleving. Wat denkt u? Laten we samen onze schouders zetten onder de chemie, kunststoffen en farma van de toekomst. Ja, ook hier weer een hele duidelijke vraag. Dat DNA, de innovatie zit echt in het DNA van de sector. Maar die eerste vraag vond ik heel duidelijk. Behoud van die fiscale maatregelen en dan uitbreiden naar die bachelors. Wat vindt u daarvan? Ja, we hebben dat gedaan en dat is inderdaad tijdelijk. Dus ik pleit ervoor en ik zal het ook ondersteunen om dat te verlengen. Dat lijkt me de logica zelf. Daar gaan we het ook over eens zijn. Kijk wat hier zo mooi is aan innovatie. Wij hebben de hele tijd de mond vol van analyses. Hè. Wij bekijken wat de problemen zijn. Dit is echt een sector. Jullie zijn een sector die echt met oplossingen komt. Hè. Innovatie is hier een middel, geen doel op zich. En op dat punt vind ik wel dat we op een andere manier naar de samenleving mogen kijken. Er mag wel meer vooruitgangsoptimisme in onze kijk op de samenleving sluipen. Hè. Als je de kranten opendoet, als je het nieuws bekijkt, dan heb je echt de indruk dat doomsday dichtbij is, terwijl we op heel veel vlakken, met dank aan chemie en life sciences, enorm veel vooruitgang hebben geboekt de laatste decennia. Dus innovatie, dat is gewoon een hele slimme investering. En ik vind het ook heel mooi en verfrissend om de dame in kwestie te horen zeggen, hier moeten we absolute top zijn. Ja? Second best is not enough. Top zijn, het kost geld. Hè? Ja, dat kost geld en dat gaan we daar ook tegenover zetten. Maar gewoon al eens durven zeggen in dit Vlaanderen, we gaan voor de top. Dat is ambitie, dat is ook verfrissend. Hè? Meestal houden we een beetje kop in kas. Nu, wat moet je daarvoor doen? In elk geval die fiscale maatregelen verder zetten. Ik denk dat deze Vlaamse regering ook bijzonder veel geld heeft uitgetrokken voor innovatie. Verder zetten, ook uitbreiden? Ja,
Vooral ook, zowel fundamenteel, dat is ook nodig. We hebben dat net even afgevraagd van waarom moet je sommig onderzoek doen? Wel omdat je niet altijd weet waar het toe leidt natuurlijk. Dat is de definitie van aan onderzoek doen zonder taboes. Ook meer toepassingsgericht. En in de volgende Vlaamse regering moet misschien toch de portefeuille van hoger onderwijs opnieuw in één hand komen met die van innovatie. Op die manier krijg je echt de goede... Onderwijs en innovatie in één manier. Nu zijn dat twee heel sympathieke collega's trouwens, mevrouw Kervits en meneer Muiters. Ja. Maar ik denk als je het samensteekt dat je ook op een hele andere manier naar de dingen kan kijken. Meneer De Wever, uw wenkbrauwen zijn bijna tot hier. Vindt u het geen goed idee? Jawel, ik schrok bij de minister van hoger onderwijs. Want in Wallonië hebben ze dat eens gehad. De ene van middelbaar onderwijs, lager onderwijs en hoger onderwijs. Minister van onderwijs. Dat is goed, werkstelling, maar voor het beleid is dat niet... Maar om dat samen te gooien, minister van Innovatie en Onderwijs in één portefeuille, goed idee? Ja, dat is zeker niet verkeerd. Je kunt ook andere combinaties denkbaar. Maar ik vind de Vlaamse regering heeft een sterk traject gereden. 500 miljoen hebben we gedaan, structureel. Er is nog extra 500 miljoen nodig om aan die 1%... In 2019 bereiken we 500 miljoen extra ten opzichte van de beginlegislatuur. Nu zegt men, doe nog eens dezelfde inspanning in de volgende legislatuur. Dat lijkt me realistisch. En dan zijn wij in Vlaanderen als regio alleszins over de Europese norm, 3%. Akkoord, Wouter Beek. Daar gaan we dan los over. En het is ook gestructureerd, het innovatiebeleid met de speerpuntclusters en de bedrijfsnetwerken. De triple helix is erin gestoken. Ja. Dus ik vind dat een zeer verdedigbaar... 500 miljoen extra in de volgende legislatuur, dat is wat ik onthoud. Ja, dat is hetgeen wat we, zoals Bart gezegd heeft, deze legislatuur gedaan hebben. Dat was broodnodig, maar het is niet alleen gedaan hebben. Hij heeft gezegd, de volgende legislatuur is 500 miljoen. Ik heb dat wel begrepen, maar... We hebben het intussen ook al gedaan en ik denk dat we op dat pad inderdaad moeten verder zetten. Ik weet niet of we daar alles in de handen van één bevoegdheid moeten steken. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat diegenen die daarvoor staan, dat die de handen in elkaar slaan. En dat hebben, als het nu gaat over dualeren of innovatie, dat hebben de Hilde Krivits fiscale vrijstelling Muiters, voor de bachelors, vindt u dat een goed idee? Dat hebben Philippe Muiters en Hilde Krivits ook gedaan. Ik denk dat we daar zeker moeten naar kijken. Als u kijkt naar Vlaanderen, dan zitten we eigenlijk in een unieke biotoop. Hè. We hebben hier industriële sectoren op een beperkt aantal vierkante meter samen met topuniversiteiten en private en semi-private onderzoeksinstellingen die top zijn, die wereldtop zijn. We beseffen dat zelfs, velen in Vlaanderen beseffen dat niet, dat we zoveel top hebben. En ik denk dat als we het hebben over talentontwikkeling en hoe moeten we die stappen vooruit zetten, hoe moeten we voorsprong maken, dat we vooral moeten zorgen dat datgene wat hier vandaag is ook in de toekomst kan blijven en zich verder kan ontwikkelen. Het doet me soms denken... En daar zijn veel barrières voor. En het is waar wat Gwendoline ook gezegd heeft. Veel redeneren, vaak conservatief. Hè. Het doet me denken aan het verhaaltje van Henry Ford ooit. Hè. Die zei, ja, ik wil iets doen aan de mobiliteit. En ze zei, ja, we moeten meer paarden hebben. Hij zei, nee, ik ga auto's maken. Maar niemand vroeg auto's op dat ogenblik. Mm-hmm. Hij is wel begonnen met auto's. En 5 jaar later reden er in New York geen paarden meer, maar... Of kwamen er geen paarden, maar reden er wel allemaal... En uw boodschap is, we moeten bezig zijn met iets waar er nu nog geen vraag naar is, maar morgen misschien. Ja, maar niet alleen dat we daarmee moeten bezig zijn. De industrie, samen met onze onderzoeksinstelling, moet daarmee bezig zijn. Maar ze zijn daar ook vandaag mee bezig. Dat is nu net het mooie. Ja, een van de dingen die de vraag vanuit de industrie is ook om die demoprojecten, die pilootprojecten, zwaarder te gaan ondersteunen. Gebeurt nu niet. Hè. We zijn heel slecht in de vermarkting van dingen. Kan de politiek daar niks aan doen? Mevrouw Kerbach, en dan kom ik bij mevrouw Rutte. Ja, dat was een punt dat ik had genoteerd, omdat dat effectief een terecht punt is dat Essentia maakt. We zijn goed in onderzoek en ontwikkeling, we hebben goede kennisinstellingen, we hebben een sterke industrie, maar als het gaat over het vermarkten van innovaties, daar is er toch nog wel marge voor meerwaarde en voor winst. En wat kan er daar gebeuren? Door het ondersteunen van pilootprojecten en demoprojecten, geef je toch tenminste nog een extra duwtje in de rug voor die innovaties die we proberen te vermarkten. Ik denk ook dat als we dat hier meer steunen, dan houden we ook die productie ook meer hier. En daarom zijn wij een grote pleitbezorger om daar ook nog extra middelen extra voor te geld geven. Voor die piloot. En ja, kijk, we hebben hier ongelooflijk knappe koppen. Hè. Hersenen zijn onze grondstof, dat zeggen we wel eens vaker. Maar hoe zonde is het dan dat je de vermarkting of de realisatie van de dingen die hier worden uitgedacht naar het buitenland laat gaan? Dat moeten we gewoon hier houden. En er is hier daarnet gesproken over Europese regelgeving. Binnen die Europese regelgeving kunnen we echt nog wel een inhaalbeweging maken om een gelijk speelveld te creëren en ervoor te zorgen dat je daarmee hier blijft. Kan de politiek daar een brug vormen ook tussen de twee? Ja, we zullen dat moeten doen. We hebben het net nog mogelijk gemaakt om in de eindfase van een innovatieproces steun toe te kennen. Ik denk dat we daar nog verder in kunnen gaan.
Maar als ik toch nog even eens een stap terug mag en naar mijn pleidooi ga om onderwijs en innovatie in één hand en in één portefeuille te steken, kijk, dat is heel erg goed voor het innovatieklimaat in ons land, maar ik denk dat het ook goed is voor het onderwijs. Want daar moeten we, en we zetten die eerste stappen, we hebben het er daarnet over gehad, maar ook op een hele andere manier gaan denken. Wat minder vasthouden aan zekerheid, wat meer durf toelaten. Wel, combineer die twee en dan worden we echt wereldkampioen, ben ik zeker van. Meneer De Wever. Ik denk dat Europa heel veel werk nog heeft aan het versterken van de interne markt. Dat daar wel een deel van het kalf gebonden ligt. Je kan het beste mogelijke triple helix creëren. Je kan ecosystemen creëren in Antwerpen, Bloeghem. We nudgen daar wat we kunnen. Ik denk dat we dat eigenlijk wel op een goede manier doen. Maar als het op aan komt om te kunnen scalen, heb je natuurlijk markt nodig. En daar blijft Europa in mijn zin in gebreken. Hè. Ik denk dat de topprioriteit voor Europa zou moeten zijn. Daar zijn ze dan uiteraard niet mee bezig. Dat is eigenlijk die interne markt verder versterken. U zal naar Europa moeten. Eigenlijk overal waar je in de wereld komt, ook in Rusland, klaagt men over hetzelfde. Hè? Dat men heel veel investeert van de overheid, maar naarmate dat er geld kan gewonnen worden, is vaak het moment dat je mensen gaat zien naar de landen waar die markten veel groter en veel relevanter zijn. Mevrouw Amatje. Ja, maar daarom dat het belangrijk is, denk ik, niet alleen een sfeer te creëren waarin dat mensen die fundamenteel onderzoek doen graag naar België terugkomen. Dat is succesvol gelukt met een professor als Vervaillé in de KU Leuven. Ik denk dat dat echt wel zaken zijn waar we op moeten durven inzetten. En dat we effectief die nieuwe labo's en die nieuwe pilootprojecten, dat we die dan mee moeten durven laten opschalen. Maar er zijn er heel veel, en daarom dat ik het woord even vroeg, dat ging over biobased chemistry. En daar weten we dat een van de uitdagingen nu is hoe dat je daar bijvoorbeeld aan de Europese regelgeving, die wij zeer terecht vinden voor alle duidelijkheid, rond REACH, dat haalbaar maakt. Hoe je ervoor gaat zorgen dat die chemie die groen is, al die regulaties en al die registraties kan doorlopen, want die prijs is natuurlijk zeer hoog. Dus als je dat wil opschalen en dat als een cruciaal element ziet van de richting die de chemie ook in Antwerpen, ook in Vlaanderen moet uitgaan, is dat wel een van de zaken waar we samen zullen moeten zitten als overheid, met heel veel van die jonge mensen die op dit moment bezig zijn met dit soort pilootprojecten, hoe we in de feiten op het moment dat die regelgeving op hen afkomt, ervoor kunnen zorgen dat dat een versterking is in plaats van een achteruitgang of iets dat hen eerder afremt omwille van de kosten, waar al de traditionele op ruwe olie gebaseerde producten al lang die registratie hebben doorgaan en dus een concurrentieel voordeel hebben. En dan kijk ik naar samenwerking met Vlaanders Biobased Valley enzovoort, maar daar zijn toch wel een aantal zaken die we, goed, die we de Wever, meer moeten durven. Maar heel kort, ben daar toch iets sceptischer over. Ik heb de indruk dat de Europese regelgeving eerder heeft bijgedragen tot het feit dat we geen grassroots investeringen in de petrochemie niet meer hebben kunnen aantrekken de laatste 20 jaar. En de goldplating, wat toch wel een heel kwalijke gewoonte is, zeker ook in dit land, nog iets meer. En dat enig realisme daartoe ook weer opnieuw geboden is, want alles wat je niet wilt in bent de mooie wereld waar je morgen wilt in wakker worden, dat gebeurt elders in de wereld wel en veel slechter. Daar ben ik het mee eens. Als Europa ergens werk heeft, dan is het effectief. Voor mij als prioriteit vooral die interne markt afmaken. Hè. Kijk, als je in life sciences iets doet of in geneeskunde of geneesmiddelen naar de Amerikaanse overheid ga je en je krijgt één go voor gans de Verenigde Staten van Amerika, probeer dat dus in Europa. Dan zeg ik, Europa is nog lang niet af. Heel veel werk voor de boeg. En die interne markt, Bart, dat willen wij als liberalen bijzonder graag doen in Europa. Dus laten we daar samenwerken. Een van de laatste vragen die ik gehoord heb hier in het filmpje is om van chemie en kunststoffen een speerpunt in het basisonderzoek te maken. Goed idee, denk ik dan. Ja, uiteraard is dat een goed idee. Ik denk dat daar ook een stukje van de toekomst zit, hè, om van het klassieke naar het nieuwe daarin te gaan, om die omslag te maken. Dus ik denk dat uiteraard een goed idee is. Ja. En een van de dingen wat mevrouw Rutte zegt, dat het op één plaats veel simpeler moet gaan. Is dat iets waar de politiek iets aan kan doen? Bedoelt je op Europees niveau? Of, ook op nationaal niveau, want ook daar zit het soms niet nog. Hè? Ja, ik denk dat we wat dat betreft niet alleen in Europa, maar ook in ons eigen land nog wel wat kunnen vereenvoudigen. Daar zijn ook de voorbije jaren stappen toe gezet, hè. Laat ons dat ook niet vergeten. Maar ik denk dat we op dat vlak nog wel kunnen vereenvoudigen. En ik denk het pleidooi om ook Europees te zorgen dat die eengemaakte markt op dat vlak de voordelen, want we hebben met een eengemaakte markt soms ook wel wat nadelen, maar de voordelen die worden niet maximaal uitgespeeld. En dat zou ook in het voordeel van onze eigen bedrijven kunnen zijn. Werk voor Europa. Mevrouw Amatje, u wou reageren.
Ja, nee, ik ben het helemaal eens dat we echt een veel duidelijkere focus en ook een veel duidelijkere richting moeten uitstippelen. En dat we dat als overheid veel meer in samenwerking moeten doen van die organisatie zoals Essentia, om die regisseursrol te durven opnemen. Want als we koploper willen zijn internationaal, dan gaan we ook die stempel wel moeten drukken binnen Europa. Ja. En het gaat niet over Meirem als persoon en misschien zelfs niet over de Vlaamse Groenen. Maar als je in de Europese context gaat kijken naar wat Groen daar soms verkondigt, dan is dat eigenlijk meer een rem op innovatie en R&D dan daadwerkelijk een promotor voor oplossingen van morgen. Hè. Ja. Daar gaat men echt op de rem staan om dingen die oplossingen zijn voor de problemen die we vandaag kennen. Ik wou kennen, afronden, maar ik kan niet anders dan het woord hier kort te geven. Ja, omdat dit een van de zaken is die altijd op tafel wordt gegooid. Ik kan u alleen maar zeggen dat alle groene partijen over heel Europa een heel duidelijk investeringsplan voor hebben gebracht. Wij hebben dat ook gedaan. We zijn er zelfs mee uitgenodigd, meermaals, zowel door meneer Bourgeois als door de premier, waarin dat net GGO's, die focus op fundamenteel onderzoek en innovatie sterk staat. En waar dat ik even wil aangeven, dat over die debatten het niet de groenen zijn die als enige daar een standpunt nemen en gans het Europees Parlement meenemen, maar dat in tegendeel in alle fracties daarmee over wordt gestemd. Dus het cliché van, ja, maar het probleem komt daar en daar zit de remmende factor. Kijk dan vooral in eigen boezem in de eigen fracties en wees dan eerlijk en consequent. Anders zou die regelgeving niet de vorm aannemen die ze heeft, want op dit moment is de groene fractie, ik zou het anders willen, niet degene die die beslissingen erdoor kan duwen. Dat zijn wel de twee grotere partijen. Meneer De Wever, ik had gezegd, partijen. Dit is het laatste woord. Als u het kan, binnen 20 seconden krijgt u nog kort het woord. Dus geen probleem, het zal niet zo verzoenend zijn, maar ik wil een voorbeeld geven. Als meneer Radcliffe zou beslissen binnen een paar dagen om die investering te doen voor INEOS, dat zou fantastisch nieuws zijn, dat is een beetje het uur nul van een nieuwe toekomst. En je vraagt dan bijvoorbeeld aan een potentiële coalitiepartner in Antwerpen, daar gaan we dan toch voor? Ik krijg dan als antwoord, oei, maar die CO2-uitstoot zal toch eerst duidelijk moeten gecompenseerd worden. Kijk. Dan denk ik dat het kaftje dicht gaat. Goed. Ik weet niet met wie meneer De Wever spreekt, maar hij heeft nog altijd niks op tafel gelegd. Laat staan het debat. Prima. Dus op die manier, is het politiek erbat van maken. De Wever. Maar dat is ook al publiek. We nodigen jullie allebei uit voor een nieuw politiek. Dat is al publiek gezegd. Eerst moet de uitstoot gecompenseerd worden. Maar doe het kaftje dicht. Bart, dat is dus nieuws. Er is al een kaftje dicht, heb ik begrepen. Ja, goed. Mevrouw Kerbach, het is aan u voor het blijkbaar meer. Mensen kunnen nog tot inzicht komen. Meneer De Wever. Mevrouw Almaty, meneer Beke, alstublieft. Goed, mevrouw Kerbach, het is aan u. Het woord is eerst aan meneer Radcliffe. Het laatste filmpje. U heeft natuurlijk niet veel keuze. Bepaalt hier de coalitie? Maar het gaat over circulaire. Een beetje bij de lijst blijven, dames en heren. Het gaat over de circulaire economie. We gaan eens kijken, dames en heren. Hoe schakelen we succesvol om naar een circulaire economie? Wel, zonder de innovaties uit de chemie en de kunststoffen zal het niet lukken. In onze bedrijfsprocessen is circulaire economie geen modewoord, maar een dagelijkse realiteit. Om de cirkel echt helemaal rond te maken over alle sectoren heen, zijn er drie prioriteiten. Ten eerste, de hinderpalen in de wetgeving wegwerken. De huidige regelgeving is op heel wat vlakken verouderd, onduidelijk en complex. We hebben een aangepast wettelijk kader nodig dat het hergebruik van materialen aanmoedigt in plaats van afremt. Ten tweede, meer en beter recycleren. Mechanische recyclage is bijzonder nuttig, maar volstaat niet langer. Chemische recyclage kan afval omzetten in nieuwe bouwstenen voor de chemie en voor de kunststoffen. Daarin moeten we innoveren. En ten derde, werk maken van een duurzame toekomst voor kunststoffen. Dit veelzijdig materiaal scoort vaak het best in levenscyclusanalyses en zorgt in heel wat toepassingen voor meer levenskwaliteit en meer duurzaamheid. We moeten kunststoffen dus verantwoord gebruiken en nog beter recycleren. Ze zijn de ideale hangmaker voor een circulaire economie. Wat denkt u? Zullen we samen de kringloop sluiten? Chemie als ideale gangmaker voor de circulaire economie. Mevrouw Kerbach, wat houdt u over uit het filmpje? Ik had de laatste keuze, circulaire economie. En ik ben blij dat ik het daarover mag hebben, want circulaire economie zou eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn. En iedereen hier had eigenlijk dat als eerste keuze moeten nemen, als antwoord ook op alle maatschappelijke en economische uitdagingen waar we voor staan.
Nu, de drie prioriteiten die zijn vooropgesteld, die daarnet ook zijn toegelicht, wettelijke drempels, wegwerken, investeren in recyclage, in chemische recyclage en ook gerecycleerde kunststoffen meer stimuleren, daar kunnen wij volledig bijtreden. Hier en daar misschien een nuance. Bijvoorbeeld wat het wettelijk kader betreft, dat is daarnet ook al aan bod gekomen. Het klopt dat als we van het lineaire model naar het circulaire model willen evolueren, dan moet het wettelijk kader daar ook op aangepast zijn. Nu eigenlijk wordt het lineaire model nog meer bevoordeeld dan het circulaire. Dat is de wereld op zijn kop, hè. En effectief, het zou beter dan op Europees niveau zijn dat men daar standaarden maakt die nu ook in de productnormen, dus de ecodesign, daar het circulaire systeemdenken meer integreren. Dat men eigenlijk meer aanmoedigt om producten te maken die makkelijker recycleerbaar zijn, makkelijker demonteerbaar zijn, makkelijker herbruikbaar zijn. Daar zijn we nu nog altijd niet. Hè. De Europese Commissie heeft dat wel beloofd, dat ze daar werking van maken, maar we zijn daar nog niet. Twee, de chemische sector is een zeer belangrijke bondgenoot op het vlak van circulaire, zeker wat chemische recyclage betreft. Maar niet elke chemische recyclage is per definitie duurzaam. Dus daar willen we toch wel de nadruk leggen op het belang van duurzame chemische recyclage. Ik geef het voorbeeld van een dossier dat hier in Antwerpen ook wel wat discussie heeft uitgelokt. De Saoedi's die hier wilden investeren, ERS, om van plastic waste dat te recycleren naar ammoniak. Effectief, meneer De Wever, daar leidt tot een enorme extra uitstoot van CO2. Mm-hmm. Rotterdam heeft een andere keuze gemaakt, van waste naar methanol. Dat is de toekomst. En dus in plaats van hier te bekvechten en dan tegelijkertijd in Rotterdam eigenlijk al voor de toekomst kiest, moeten wij hier die opportuniteiten benutten. Chemische recyclage, duurzame manier. En tenslotte, de pleidooi voor kunststof ook als een deel van de oplossing te zien, ja, daar kunnen we wel bijtreden. Enerzijds, hè, daar moeten we niet flauw over doen, is het wel goed dat er nu een groot maatschappelijk draagvlak is om heel de discussie over de plastic soep aan te pakken. Mm-hmm. Hè, tegen 2050 meer plastic in de zee dan vis. Dus daar is een gigantisch maatschappelijk draagvlak om het plastic afval te reduceren. Maar, en daar heeft de chemie een grote rol te spelen, we kunnen natuurlijk andere plastics produceren. Bioplastics. We kunnen ook beter recycleren. En we kunnen ook zowel industrie als consumenten ook verantwoord leren omgaan met plastics. En ik denk dat we daar bondgenoten in zijn. Ik begrijp dat u eigenlijk met de drie punten het eens bent. Ja, volkomen mee eens. Ja. Wat ik hoor. Mevrouw Rutte, misschien dezelfde vraag. Misschien eerst beginnen bij het wegwerken van die verouderde wetgeving. Ja, kijk, wetgeving die vertrekt soms van wat is, meestal van wat was en zelden naar wat van wat kan zijn. Hè. Dat is echt een probleem, omdat als we wetten stemmen, ja, dan heb je dus een maatschappelijke consensus nodig. In principe de helft van de stemmen plus één. En dus je gaat maar vooruit op het moment dat iedereen mee vooruit is. En dat staat natuurlijk haaks op nieuwe evoluties en innovaties. Niet iedereen is een durver. Ik pleit nog eens, laten we dat van in de kleuterklas meer stimuleren. Dit is, en daar geef ik Jasmin absoluut gelijk in, hè. Dit is het model van de toekomst. We moeten niet zozeer naar een groene economie, we moeten naar een blauwe economie. Helemaal anders gaan denken. Dat zit in onze totale manier van denken. Ja, de blue economy, je kent het. Hè. Dat zit in onze manier van denken. Je ziet dat men daar dankzij een betere regelgeving in andere landen verder mee staat. Als je kijkt wat Nederland kan doen op het vlak, bijvoorbeeld het is een waterland, hè, maar wat ze met water kunnen doen, hoe ze water opnieuw kunnen zuiveren, bestanddelen er kunnen uithalen, hergebruiken en die bestanddelen opnieuw. Gaat u als OpenVLD er een voortrekkersrol in spelen om dat wetgevend kader aan te passen? Ja, en dat doen we ook, denk ik, over de partijgrenzen heen in het Vlaams parlement. Daar liggen nu eens echt resoluties neer waar je bijna geen speld tussen krijgt tussen de verschillende partijen. Iedereen weet dat we die krijgen. Er liggen resoluties, maken, maar we zijn er nog niet. Maar het is soms moeilijk om de stappen te zetten. Nee, maar ik denk dat iedereen het er eigenlijk allemaal wel over eens is dat dat de toekomst is. Hè. We hebben het daar straks gehad over onze grijze hersencellen als de enige
grondstoffen die dat we hebben. En dus komt het er in de toekomst op aan om ons nog minder afhankelijk dan vandaag te maken van grondstoffen vanuit het buitenland. En daar is die circulaire economie natuurlijk een van de grote antwoorden op. Daar zijn die resoluties ook op gestoeld en dat is ook de weg die we daarin vooruit moeten gaan. Twee, denk ik dat, om er toch nog een ander element aan toe te voegen, we zijn bestuursakkoorden aan het maken in heel veel steden en gemeenten, dat ook lokale besturen verder kunnen inzetten om die circulaire economie, bijvoorbeeld als het gaat over openbare aanbestedingen, om die daarin mee te nemen en dat als een van de pijlers daarvoor te nemen. In die zin moeten we niet alleen het regelgevend kader aanpassen, maar komt het er vooral op aan om het bestaande regelgevend kader te gebruiken om daar nu net op te kunnen focussen. Niet blijven afwachten tot er een nieuw kader is, maar al werken met wat je hebt. Als u weet dat bijvoorbeeld de lokale besturen voor 50% van de openbare aanbestedingen instaan, 50% van de publieke investeringen, dan kunnen zij daar ook een belangrijke hefboom in zijn de komende jaren. Ja, mevrouw Almaci? Ja, ik ben het volmondig eens dat we de wetgeving moeten aanpassen. Alleen hebben we daar wel een aantal cruciale kansen gemist, ondanks lang debat in het federaal parlement over bijvoorbeeld ingeplande veroudering, waar hele dure beloftes zijn gedaan door verschillende ministers. Minister Peters, mevrouw Margem, zijn we uiteindelijk geëindigd met niets. 10 jaar lang debat. Dus ik hoor het heel graag zeggen van ja, de wetgeving moet aangepast worden, maar op het moment dat je de allereerste stap wil zetten naar een idee dat de circulaire economie in praktijk zal brengen, ja, dan krabbelt men terug en eindigt een parlement met lege handen. Wat maakt dat zo moeilijk? Debat. Waarom eindigt u met lege handen? En dus omdat blijkbaar binnen de meerderheid er dan toch geen meerderheid gevonden kan worden om effectief stappen vooruit te zetten in het veranderen van die wetgeving. En dit gaat nog maar over ingeplande veroudering, wat natuurlijk een gigantisch impact heeft op afvalstromen en helemaal in de idee van take, make, waste, dat lineaire model zit. Hetzelfde met openbare aanbestedingen. We hebben effectief in het Vlaams parlement een sterke resolutie. We hebben daar ook echt onze schouders onder gezet als Groene Partij. We hebben diezelfde resolutie gehad over ingeplande veroudering en we zitten nog altijd met diezelfde resolutie omdat de daden achterblijven, ondanks mooie woorden. Dus daar denk ik echt wel dat het nu wel de tijd is als we die koploper willen zijn. En we moeten die zijn, gezien de ligging van ons land, gezien de schaal van ons land, gezien het feit dat we een kenniseconomie zijn en gezien het feit dat er ongelooflijk veel jobkansen liggen, is dat niet een keuze, dat is van moeten. Dat is cruciaal voor de toekomst van onze economie. En dan gaat het over recyclage. Absoluut, daar zijn we een heel belangrijke speler, maar daar moeten we echt koploper in worden. Dan gaat het over levensloopcyclus, maar dan gaat het ook over het debat dat we willen voeren over biobased chemistry en tenslotte ook over eigenaarschap. En je ziet bijvoorbeeld vandaag dat er businessmodellen ontstaan die eigenlijk het eigenaarschap en de omgang met grondstoffen en materialen gaan herbedenken. Hè, waarbij bijvoorbeeld Agfagraphics zegt, oké, onze gekoten aluminiumplaten hier in de grafische sector, we lenen die eigenlijk uit. We bieden die aan in een leasingconcept, we nemen die terug. Dus en het eigenaarschap blijft bij de industrie? Bij degene die het product ontwikkeld heeft. En dat wordt in een eindeloze loop gebruikt. En het zit daar zitten de mogelijkheden voor groei, die levenscyclusanalyse. Mevrouw Kerbach, en dan kom ik bij. Maar de overheid moet echt veel dringend, of laten we zeggen, de partijen moeten echt veel dringend de woord bij de daad. Voegen. Ik kom zo meteen bij de meerderheidspartij, mevrouw Kerbach. Ik hoorde de heer Beken benadrukken dat de lokale besturen op lokaal niveau er heel wat kan gebeuren ook om circulaire economie te aan te moedigen. En dan denk ik, ja, hier in Antwerpen, uiteraard. We hebben een verbrandingsoven, een grote, nu ingeplant in een woonwijk. Dat is niet de juiste plek. Integreer die in de haven. En je kan een gigantische win-win realiseren. Afval recycleren naar energie voor de chemiecluster. En de restwarmte van de industrie kan je leiden naar de gebouwen van het stad of de bewoners. Dus je kan daar een circulaire economie creëren op stedelijk niveau met een gigantische impact. Dus ik denk, laten we daar die kans benutten. We hebben een havenplan neergelegd. We hebben daar in het begin niet echt veel positieve reactie op gekregen, want alles lag vast en niks kon veranderen. Ik denk echt dat we op dat vlak wel moeten pleiten voor verandering. Meneer De Wever, dat is een vraag voor u. Hè?
Dat gaat over de Isfagoven, voor wie hem niet weet liggen. Die prachtige oven langs de A12. Je staat er meestal stil, dan kan je die bewonderen. En waar nu een project is ingediend om daar een nieuwe oven met de nieuwste technologie te bouwen. Die natuurlijk ook een warmtenet zal aandrijven, waar wij die warmte van die oven gaan gebruiken om heel die wijk te verwarmen. Waarom doen we die niet noorden? Daar hebben we al restwarmte genoeg van de haven, waar we een tweede warmtenet gaan uitbouwen om die warmte ook te gaan gebruiken. De grootste warmtenetten van het hele land op dit moment zijn under construction in deze stad, die dan zogezegd circulair zo slecht bezig is. Ik wil ook nog verwijzen naar Bluegate, dat helemaal is klaargemaakt, waar uiteraard de circulaire doelstelling heel erg voorop wordt gezet. Zelfs als je spreekt over die beroemde Saudische dossier, ik zou zeggen, don't go there. Maar de zone die we daar hebben, dat heet tegenwoordig de Churchill Industrial Zone. Dat is de Opel City dus, hè, die zo niet meer mag genoemd worden. Zoals Prince, je verandert van naam en dan vergeet iedereen het verleden. Meneer de Wever, waar wij eigenlijk ook voegt de daad bij het woord. Ja, maar dat zijn wel daden die bij de woorden worden gevoegd. Lokaal wat wetgevend vlak betrekt, daar wil ik wel een deel in bijtreden, dat we daar nog veel kunnen winnen. Alle studies wijzen uit dat er opportuniteit is. Men schat TNO 1% de werkstelling, dat is toch 27.000 jobs. Wij hebben geen grondstoffen, dus het ligt nogal voor de hand dat we dat vaatje de komende jaren verder kunnen opdringen. Dus daar moet het wat sneller gaan. Denk echt dat we daar wel uitkomen. Een paar andere debatten van vanavond waren iets lastiger, maar daar gaan we, denk ik, in de regeringsonderhandeling, zelfs met iedereen hier aan de tafel, wel doorgeraken. En u kijkt naar links en naar rechts. Dat vinden wij ook. Mevrouw Rutte, laatste woord. Ik ben het daar helemaal mee eens, dat is al mooi, hè? Voilà. Nee, kijk, het is echt zeker hier in Antwerpen. Ik ben van buiten Antwerpen, ik wil gerust wel eens met een bloemetje spreken. En in Gent, Gwendoline. Nou, zeker hier ook in Antwerpen, Merm. Ik krijg dat over mijn lippen, hè? Jij misschien nog niet. Nee, ja? Als dat boekje straks terug open gaat... Ter zaken. Als dat boekje straks terug open gaat, ga je dat toch eens moeten leren zeggen, hè? Ook hier in Antwerpen gebeuren er goede dingen. En je kijkt, je ziet dat hier zeker de industrie aanwezig is en de kennis en de know-how aanwezig is om hier echt wereldtop in te worden. Maar het is een mentaliteitswijziging. Als ik zie hoe krampachtig we soms omgaan met bepaalde debatten. Hè. Bijvoorbeeld, en hoe terecht ook, als het over plastic gaat, die soep in de zee, dat is een drama. En het is fantastisch dat er daar jonge ondernemers innovatieve systemen bedenken om dat eruit te halen. Maar waarom kunnen we niet op een normale manier een debat voeren over afbreekbaar plastic bijvoorbeeld, de know-how en de kennis, die hebben we in ons land aanwezig om dat te doen. De chemische recyclage is daar. Bijvoorbeeld. En dan wordt er altijd zowel heel krampachtig gereageerd, alsof dan het enige alternatief een terugkeer is naar de tijd die nooit geweest is. Ja, kijk, dat klopt niet. Innovatie, durf en toekomstoptimisme, dat hebben we nodig. Nee, deze keer krijgt u niet het laatste woord. Goed, we gaan het hierbij houden, maar ik zou willen eindigen met een allerlaatste ronde. U moet zo triest niet kijken, meneer De Wever. De vorige keer lukte dat. Maar niet altijd. Niet altijd. Goed, we gaan met een laatste ronde eindigen. Heel korte vraag. Wat neemt u mee uit de vragen die u gehoord heeft van vanavond? Wat komt op het partijprogramma binnenkort op tafel te liggen? Wat neemt u als essentie mee voor de chemie- en farmasector? Meneer Beke, ik begin weer bij u. Ik denk drie dingen. Eén, wat energie betreft, stikt u jouw plan. Twee, mobiliteit, die uitdagingen aannemen. En drie, we gaan alle talenten die we hebben in Vlaanderen nodig hebben om ze toe te leiden op onze arbeidsmarkt. En dat begint op school en dat eindigt met onze kostenbeheersing van de werknemers. Een politicus die zo kort kan zijn. Ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk. Goed, mevrouw Almaci. Wat mij betreft is het de zekerheid rond energie en durven inzetten op die energieomwenteling voor mobiliteit. Echt een roadmap uittekenen die de verschillende onderbenutte infrastructuur echt beter gaat benutten en waar nodig op die modal shift verder inzet. En wat betreft talent, denk ik echt dat we over politieke partijen heen veel meer op dat duaal leren en stem moeten durven inzetten en daarbij verder kijken dan het ASO, dat een succesverhaal is, maar van een waterval effect een verhaal dus ook kijken naar TSO en BSO. Hè? Absoluut. Goed, meneer De Wever. Wel, in geen enkel land is deze sector pro rata belangrijker dan in ons land. En dat is geen probleem, dat is net een opportuniteit. En als je beleid voert gebaseerd op evidentie, op realisme, dan kan je de grote ecologische omslag met deze sector maken in de eeuw die komt, als we nu de juiste keuzes maken en ook opportuniteiten rond circulaire economie, dat we die gaan benutten en uiteraard de grondstof, onze hersenen, voldoende kunnen aanleveren. Dat lijken mij de topprioriteiten te zijn, naast het oplossen van de mobiliteitsproblemen in Antwerpen, de komende 10 jaar. Goed, dank u wel, mevrouw Rutte. Ja, ik neem toch echt wel
de woorden mee die ik gehoord heb en die ik in het filmpje gezien heb en wat ik zeker van ben als we straks gaan praten, dat jullie ze ook gaan herhalen, namelijk de ambitie om wereldtop te zijn en te worden. Ambitie is geen vies woord, dat is iets wat we moeten durven, waar we voor durven gaan. En als we elk onze rol vervullen, jullie door te ondernemen, door te innoveren, door onderzoek en ontwikkeling te doen en wij door dat wat makkelijker te maken, dan gaan we al een heel eind op weg zijn. Don't settle for the second best, gewoon voor de top gaan. Dank u wel, mevrouw Kerbach. Wel, wat energie betreft, daar duidelijk de kaart trekken van hernieuwbare energie en daar de chemiesector als bondgenoot in meenemen. Wat talent betreft, onze belangrijkste grondstof, daar zijn we het erover eens dat die verspilling van talent dat dat niet meer houdbaar is. En als je ziet de vergrijzing die op ons afkomt, willen wij er echt werk van maken om STEM duaal leren, het beter benutten van talent, een succes van te maken. En tenslotte moeten we in Antwerpen opnieuw vooruit, het mobiliteitsdossier. Goed, dank u wel. Dames en heren, ik zou even willen vragen om voor de pupieter te komen staan, een beetje dichter bij elkaar. En Frank, ik ga jou vragen om naar voren te komen, want ze krijgen deze keer ook een cadeautje, maar geen fles wijn of pralines, maar een politiek memorandum. Komen jullie er even voor staan? Dank u wel. Ja. We hebben het al. Ik heb het al doorgenomen. Ja, dank u. Eventjes tijd toch voor een groepsfoto. Frank, kom misschien in het midden staan, Frank. Zo hoort dat, hè? Voor een gedelegeerd bestuurder moet in het midden staan. Of ongeveer in het midden, hè? Voilà. En eventjes niet naar mij kijken, maar naar de fotograaf. Dat is een mottige kleur, even. Ja, dit... Het is een beetje huiswerk wat jullie doen. We zijn het weer eens. We zijn het weer eens. Ja, zo. We zullen het er toch mee moeten doen, Bart. We zitten, kom op. Je zal het er toch mee moeten doen, hoor ik. Ja, voilà. Goed. Dat is beter. Enfin. Nou, goed, dames en heren, geef ze een laatste hartelijk applaus, onze heren en dames toppolitici. Jullie mogen weer in de zaal gaan zitten. Dank u wel. Jullie mogen weer in de zaal gaan zitten. Frank, kom nog even bij mij staan. Dames en heren politici, jullie moeten niet op het podium blijven staan. Jullie mogen weer in de zaal gaan zitten. Dank u wel. Zo, Frank, laatste woord. Wat ik eruit overhoud, is dat ze op sommige vlakken wel kleur durven bekennen. Soms dacht ik wel dat de meerderheidspartijen oppositie waren en omgekeerd. En andere vlakken, ja, gaat het nog niet zo helemaal lukken, denk ik. Hè? Wat hou jij eruit over? Nou, het was in ieder geval een heel pittig debat, hè, waar duidelijk kleur bekend is. Hè. Dat was ook denk ik de bedoeling, de verwachting van dit debat. Trouwens, alles is opgenomen, je hebt dat al gezegd, en we gaan die tapes ook zeer goed bijhouden. Hè. Dus we gaan daar later nog eens naast de partijprogramma's leggen. Nee, ik denk dat we in ieder geval een hele eer vonden dat de partijvoorzitters toch de tijd hebben vrijgemaakt om over een heel specifieke sector vandaag het debat te voeren. Welke maatregelen heeft die sector nodig voor de toekomst om hier te blijven floreren, te innoveren en jobs te creëren? Ik denk dat ook het maatschappelijke belang van de sector zeer sterk aan bod kwam in dit debat. Bewustzijn daar zijn ze het over eens, hè? Ja, maar de chemie die toch niet alleen economisch belangrijk is, maar uiteindelijk ook zal zorgen voor heel veel oplossingen van de samenleving. Circulaire economie, klimaat, vriendelijke samenleving en dergelijke meer. Dus dat nemen we zeker mee. Ik denk heel belangrijk is dat we met hen de dialoog verder kunnen zetten. We hebben die uitgestoken hand hier aangeboden, die is duidelijk ook aangepakt. Hè. Ik merk hier heel veel goodwill om de komende jaren ook met de sector die dialoog te blijven voeren. Dus ik denk dat het nu heel belangrijk is om ook te zien wat gaat er van deze ideeën ook in de partijprogramma's belanden en uiteindelijk finaal ook in een regeerakkoord voor een nieuwe volgende Vlaamse regering. Goed, dankjewel Frank, we volgen het mee op. Dankjewel. Ik zou zeggen, een laatste applaus, Frank Beks. En daarmee, dames en heren, zijn we helemaal aan het eind van dit jaar-event. Er is meer niets anders dan jullie uit te nodigen voor een goed glas wijn om nog eens na te praten. Ik denk, sommige politici zullen er nog wel zijn. Maak gebruik van die kans, ga er even mee praten. U krijgt ook dat memorandum mee naar huis. Neem dat mee, lees dat na. En ik zou zeggen, alle vragen, u kent de adressen van de toppolitici, u kan ze stellen. Wat mij betreft, heel graag tot volgend jaar.